YouTube! We hebben een klein stukje gemist! Ik ben alleen deze tempel ingegaan en het enige wat we tot nu toe hebben gevonden is een piece of heart. En een golden Godzilla. Er is verder niks gebeurd, jullie hebben verder niks gemist. Oeps. Ik moet nog steeds wennen aan mijn nieuwe OBS, hij is veel te updated voor mij. Manu, ik... Nee, niet je schamen, absoluut niet. Vragen zijn altijd welkom. Oh boy, zie mijn skills, zie mijn dodging skills. Zo. Doet hij even. Maar ik bedoel gewoon van Manu, hoe je het precies wilt. Want als je een keertje wilt mee co-commentaten, dat is wel makkelijk te regelen. Maar, ja kijk, een hele randomizer samen doen, dan is de vraag van, ja, als je hem echt samen wil spelen, dan moeten we een manier vinden hoe dat je dan tegelijkertijd... En dan denk ik dat Pokémon Randomizer een beetje een te groot game is. Dan zou ik eerder een kleinere game pakken waar we dan inderdaad tegelijkertijd kunnen doen. En dan dat je beeldmateriaal naar mij stuurt of zo. Er zijn manieren voor, laat ik het zo zeggen. Maar. Ja, en een discussie over Metroid en Link to the Past. En natuurlijk ook nog eens een keer het ding wat we voor Erik hadden. Maar dat we maar 2 votes voor hebben gehad. Omdat niet iedereen ondertussen aanwezig was. Maar we hebben al 2 positieve votes. Zou ik het dan maar gewoon zeggen waar Mim mee bij is? Ik denk dat hij al een vermoeden heeft. Ik denk dat ik inderdaad een vermoeden heb. Heb je ooit je zus een berichtje gestuurd? Nou, mijn zus is op het moment heel erg druk bezig, dus die heeft op het moment geen tijd. Dus die is nou heel erg druk bezig met de babykamer. Ja, ik word oom. Oom Stevie. Het wordt nog erger. Hey, Van Zandt! Luna. Ja, sorry, ik zie Van Zandt! Zandt! Ik kan het niks aan doen, sorry. Nee, ik ben nog niet oom, ik word oom. Ja, gelooft in mijn zus. Nou, ik weet niet of mijn zus ook in jou gelooft, maar... Ja, ik weet dat ik... Maar mijn zus die heeft gewoon daar notificaties voor. En op het moment, Pluto, heeft ze daar geen tijd voor. Dat zeg ik. Luistert. En huivert. Echt, als we geen bommen gaan vinden, dan hebben we een probleem. Want dan kunnen we deze dungeon niet verder doen. Ja, dat is best wel... vervelend dan. Hey, Einar. Nou, nadat er in ieder geval genoeg mensen zijn, ik zal het nog een keer erin gooien. Mimé, spoilers! Spoilers! Je moet eigenlijk dus, omdat we noemen dit al eigenlijk de Puzzle of Time. En nou blijkt er dus een mogelijkheid te zijn om de puzzel veel moeilijker nog zelf te maken en interessanter. Door echt alles te randomizen. Van golden skulltjela's tot sleutels. Tot lekker in de lava te staan dansen. Hallo, kun je eventjes... En tot zelfs het feit dat de sleutels dan in een andere dungeon of buiten dungeons gevonden kunnen worden. Yep. Dus er zit echt ontiegelijk veel random. En ja, je moet daar best wel veel werk voor doen om zoiets op te zetten. Dus ik heb er een paar tests voor nodig. Maar als de vraag daar zeker voor is, laat het me weten. Want dan ga ik er ook zeker wel... Dan wil ik daar zeker wel voor aan werken dat we dat kunnen doen. Ik heb toch wel eventjes de gameplay ietsje zachter zetten. Want ik vind hem voor mijn eigen iets te hard staan op het moment. Zo. Oh ja, dan moet ik natuurlijk ook niet vergeten af en toe een keertje dat te doen. Maar ja, aan jullie dus de vraag van... Zouden jullie dus een moeilijke randomizer willen zien? Dus dat echt alles gerandomized is. Van de Golden Skulls helaas tot... Zelfs de muziekjes, hè. Je maakt een kist open, kan een muziekje in zitten. Dus dat is echt het grappigste. Je maakt een kistje open en dan in één keer hoor je dus de magische klank. La, la, la. Ocarina ligt daar, maar goed. Ja, maar dan is echt alles random. Klinkt wel leuk.
Voor jullie misschien. Erik, die zei, Erik zei ook al van, ja, dat klinkt hartstikke leuk. En voor mij heb ik echt zoiets van, waarom? Nou, het meest vervelende ervan is, het opzetten is een stuk ingewikkelder. En een randomizer opzetten is al wat gedoe, maar dat schijnt heel veel gedoe te zijn. Dus ja, vandaar dat hij graag feedback wil van, willen jullie het echt? Wil, zodat hij daar de moeite voor doet. Ja. Het is gewoon ook Ocarina of Time, maar bijvoorbeeld als je dan dit kistje open zou gaan maken, dan zou er bijvoorbeeld in één keer een Skulltula token in zitten. Of dat je een Skulltula vernietigt en daar krijg je de hoekshot van. Ik noem er maar iets. Alles is dan random. En de muziek is ook gerandomized. Dus het kan dan zijn bijvoorbeeld dat je door Hyrule Field heen loopt en bij Hyrule Field hoor je de hele tijd de Temple of Time chant. Dus dan loop je dus over de over Hyrule Field en hoor je dat het. Ja, dat kan zoveel. Of dat het de grote battle met Ganondorf, dat de fairy fountain. Nee, de battle met Ganondorf. La 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 la. Het is mogelijk. Dus vandaar de feedback inderdaad. Dus Pluto, het is duidelijk dat jij al voor stemt, maar ik wil ook graag de andere meningen horen. Bloopy! Houston, we got a problem. Ah, wacht eens heel eventjes. Ik heb nog één bomtje en er is nog één kistje die we dus nou open kunnen maken. Oh boy. Ah, ja, we hebben in ieder geval de shortcut daar. Een lekkere moeilijke randomizer. Ja! Ja, we moeten eerst... Er is wel één punt. We moeten eerst dit voltooien. Ja. Plus, het opzetten gaat wat gedoe worden, dus het is nog niet 100% gegarandeerd dat we het voor elkaar krijgen. Nee, maar daarom, ik wilde wel de moeite voordoen. Dus, als je niet weet hoe dat je bomtjes moet gebruiken, hou ze gewoon in je hand. Please geef me bomtjes, bommen of iets, zodat we deze dungeon kunnen eindigen. Hell, I do it. Zie je dat spinnende oh, hi. Hij zit een beetje vastgeplakt aan mijn hoofd. Ik ben wel benieuwd welke game we dan zouden kunnen spelen. Nou, sowieso, Mario Maker, die komen er ook nog gewoon. Want zoals jullie weten, ik doe geen Let's Plays meer eventjes opnemen op YouTube. Maar ik doe dus wel lekker Let's Stream. Omdat dat is leuk interactief met jullie natuurlijk. Dus dat vind ik dan natuurlijk wel hartstikke leuk om te doen. Maar dan zijn er inderdaad wel de dingen. Wat willen we livestreamen? Want Mario Odyssey, daar wil ik nog eerst eventjes gewoon zelf lekker voor kunnen zitten. Om dat spel te kunnen spelen. Hyrule Warriors, het probleem is, dat is echt gewoon een spel dat ik echt gewoon zo gefocust moet zijn, dat ik niet interactief met de chat kan zijn. Dus, dat zijn weer een paar van die dingen, snap je. Unboxingsvideo's die blijven altijd komen. Ik heb René vandaag gebeld, de 26e ga ik weer naar Naaldwijk toe, 26 september. Er komen van de nieuwe set, komen de dozen naar mijn kant op, van de Dragon set. Dus daar hoeven jullie geen zorgen over te maken, die gaan gewoon komen. Vlogs gaan natuurlijk nog doorkomen. Mijn verjaardag ben ik ook weer van plan om op Dutch Comic Con te vieren. Lijkt me hartstikke gezellig. Dat gaat zeker worden. Op sommige momenten wil je gewoon geen piece of heart. Snap dan nou eens. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen als... Oh, deze heb ik al gepakt. Oké, kijk, dat is dus het probleem. Ik weet het niet meer. Maar ja, het idee is dus inderdaad van, we willen ook de Metroid, die wil ik ook nog uit gaan vogelen. De Metroid Legend of Zelda Link to the Past randomizer, die wil ik ook nog uitvogelen hoe dat precies zou moeten werken. Er is ook een, ja, een andere game die ik ook nog ga uitproberen. Maar ja, dan moet ik nog allemaal gaan kijken van hoe en wat, dus...
Heel veel die willen ook Ocarina of Time 3D versie zien van de 3DS. Maar dan heb ik zoiets van, ja, het is precies hetzelfde. Misschien wat betere graphics, maar daar houdt het dan mee op. Ja. Hoeveel hadden we hier? Volgens mij hadden we de Vaas. Hadden we ook al gedaan. Gong, kunnen we nog niet doen? Volgens mij hebben we hier ook alles al gedaan wat we hier konden doen. Ik heb echt meer bommen nodig. Zijn we aan het Zora's Domein gegaan? Want volgens mij hadden we wel de bottle. De, weet wel, de letter in de bottle. Staat er iets van bij? We hebben een empty bottle. Welke nummers hebben we eigenlijk? Welke muzieknummers? Oh ja, we hebben één. We hebben Zelda's Lullaby. Wat eigenlijk een van de belangrijkste nummers is in het hele spel die we nodig gaan hebben om anders niet verder kunnen komen. En we hebben 3 warp songs. Dat zou je me na de stream wel kunnen doen, Kevin. Sonic. Kevin. Sonic. Kevin. Captain N. The Game Master. Pokémon kaarten unboxen in een livestream, dat zal een beetje lastig zijn. Ja. Want dan zou ik dus een facecam op, dan zou ik mijn camera de hele tijd moeten gaan draaien, noem maar op. Dus dat zou, op zich, het zou een keertje kunnen. René en ik hadden het erover om het een keertje voor de grap in de winkel te doen. Bij hem in de winkel, live. Maar dan moet ik één Mumee's laptop jatten, want mijn laptop kan het niet aan. Dus Mumee kijkt er gewoon even de andere kant op. En... Ah, laptop! Pluto, graag niet de hele tijd over je internetproblemen in de chat, dankjewel. Daar hebben we de vorige livestream ook al vaak zat gewaarschuwd. Ik heb geen zin in een herhaling daarin. Ik ben eerlijk, dat weten jullie. Oh. Dan zit ik eigenlijk, dan vraag ik me eigenlijk af, hoeveel Golden Sculpture-laars hebben wij ondertussen al? Heb ik al een Golden Sculpture? Heeft er iemand recent op part 1 zitten kijken op YouTube? Iemand? We need help! Voor herhaling, kijk YouTube. Ja, maar dat is juist het vervelende. Ik mag geen YouTube kijken. Maar als ik mijn YouTube, wat is daar de fun van? Jullie, dit is interactiviteit. Jullie moeten mij helpen. En jij moet helpen. Dora, de Hero of Time. Oké, nou deze reward die hebben we dus ook al te pakken gekregen. Wij gaan gewoon heel eventjes kijken wat we in Zora's Domein te pakken kunnen krijgen. Ja, en trouwens, we zijn in Zora's Domein al geweest. Want in Zora's Domein, daar hebben wij, een paar bomtjes gebruikt om daar die muur op te blazen. En toen hebben wij alles al gedaan in Zora's Domein, wat we daar konden doen. Ja, ik dacht sowieso al dat we de bottle met de ladder hadden. En nu je alleen maar een lege bottle hebt, moet je dus wel zijn geweest daar. Ja, daarom. Volgens mij zijn we nog niet in Gerudo Valley geweest. Voor daar de pieces of heart die we daar kunnen halen. Hi. Nu moet iemand het kijken en zitten wij stil. Nee. Wij gaan gewoon iets vinden. Maar ik serieus, jongens. Manu, ik heb geen idee, want het spel is nog niet uit. Dus, ja. Het is een beetje lastig om te weten dan. Yep. Trouwens, Mumee, wat vind jij van Spyro, de remake van Spyro? Nou, geen idee, want ik heb nooit Spyro gespeeld. Plus hij is ook nog niet uit, dus dat was eigenlijk een beetje natuurlijk. Maar nu, het is echt heel erg lastig om van een spel waar dat je nog niet van weet hoe dat die uit is, of die leuk is of niet. Geen zorgetje, ik ga hem kopen. Daar hoeven jullie echt geen zorgen over te maken. Maar het heeft zijn tijd nodig. Oh, wacht even. Volgens mij hadden we hier ook de quest van we mogen pas swappen naar adult op het moment dat we echt hier niks meer konden doen.
Maar in verband met dat ik iets moet fixen en dat we een moeilijke randomizer voor de plaat hebben, zeg ik zoiets van, hé jongens, weet je wat jullie kunnen met die regel? Ja. Ik denk beter nu gewoon meer voortgang dan dat eigenlijk beter is. Ja, maar ik ga wel eerst eventjes naar Hyrule Castle. Of naar de Gerudo. Want volgens mij weet ik bijna zeker dat we daar wel het een en ander nog kunnen halen. Heeft iemand gehoord van A Clock Inside of the Wall? Wat? Van een film? We zijn een game aan het spelen! Inderdaad. En zegt niks. Nee, mij ook niet. Voor de mensen die geen Duits kunnen, kaufen is kopen. Goh, ik zei het ook echt op zo'n onduidelijk... Dat is hetzelfde als nine. Nine! Dat is negen in het Engels. Nee, dat is nee in het Duits. Nee, dat is negen in het Engels. Klopt allebei. Oh, wat slecht. Leer taal met trainer Stevie. Kingdom Hearts 3 is super stoer. Ik heb alleen de trailers gezien, het ziet er gaaf uit, maar ik ben toch wel bang dat ze te veel wat niet gefixt hoefde te worden. Dat ze daar toch weer een proberen dan verbetering in te maken. Ik heb nog altijd geen Kingdom Hearts game gespeeld. Lijkt me hele leuke games, maar... In de hoek van schaamte. Shame. Nu. Nou ja. Shame! Als het op de Nintendo Switch uitkomt, dan... Nee, dat is echt een PlayStation exclusive. Nou, ik dacht dat er een Kingdom Hearts wel op Nintendo... Ja, je hebt een 3DS versie die waardeloos is. Dus het is niet helemaal dat de developers tegen zijn om op andere platformen. Maar ik betwijfel inderdaad dat het op de Switch gaat komen. Mimei, hoe kon je? Ja, het spijt me. Ik heb alleen maar de PlayStation 1. Oké, jongens. Trouwens, hier is de truc die je met de Cuco wil doen. Op het moment is dat... Ik zie het echt bij heel veel... Want ik volg dus ook heel veel van die randomizers om te kijken hoe dat ze mijn dingen handelen. En dankzij Nintendo Capricorn ben ik er dag achter gekomen dat je dus een Extreme hebt. Nogmaals, dankjewel Nintendo Capricorn daarvoor. Maar hij maakt deze fout ook nog steeds. Je kunt die Piece of Heart pakken en de kip in je handen houden. En daarna naar de waterval overspringen. Wat je moet doen is dus, wat ik dus deed. Je maakt die krat open, pakt gelijk die kip op. Dan loop je naar de Piece of Heart. Wat de light arrows zijn. En ja, je laat automatisch de kip vallen. Maar omdat de kip nog steeds aan het stuiteren is, kun je gelijk de kip erop pakken. En kun je dus lekker naar de waterval. Het is zo makkelijk. Oh, dankjewel Kasi, dat wist ik niet. Oké, het is dus niet alleen PlayStation exclusive. Aan de ene kant alleen maar goed, maar zover ik wel weet is Spyro de enigste die nog op het moment reignited. Is wel de enigste dat nog even... Het wordt multiplatform, natuurlijk, want... ja, het is door Activision en Activision heeft ook ja gezegd tegen Nintendo. Dus... Maar voor PlayStation komt hij eerder uit. Ik bedoel, ik weet ook niet alles. Ik ben blij te... Wat ik wel weet is dat Erik nog steeds geen Kingdom Hearts heeft gespeeld. Shame! Ik zou het graag willen, maar ik kan het niet. Snap ik die geel. Dus! Dat heeft wel zijn functie. Yeah! Nou, ja, we kunnen weer terug. Laten we maar weer terug gaan dan. Laten we Dungeon 2 ook maar gelijk helemaal doen. Waarom niet? Zeg juist. Ja, waarom had je dit niet eerder gedaan, joh? Maar hadden we direct aan het werk gekund? Omdat de vorige luistering waren we op een probleem. In plaats van dat we een beetje zaten van... We wilden de stream eigenlijk een eindigen, maar ik wil niet vergeten wat ik allemaal gedaan heb. En het probleem is, ik ben dus uiteindelijk alsnog vergeten wat ik allemaal gedaan heb. Ja, ja. Maar... We zijn zo wel naar de dungeon toe gegaan, omdat ik toen wist van nee, we moeten eerst eventjes door deze dungeon heen lopen, want het zou spannend zijn. En waarom ik in één keer zo accent te praten, ik heb geen flauw idee.
En op YouTube is dit een knip. Nee. Eevee. Nope. Nee. Niet doen, hè. Goed zo. Zullen we eigenlijk gewoon de Scarecrow song gewoon eigenlijk de Song of Healing van maken? Waarom ook niet? Dat kan. Maar je kan het ook randomizen door gewoon het button bashen. En het dan daarna vergeten. Nee. Eens even kijken. Hij kent het goed. Mooi. Ik heb nog steeds mijn Pokémon. Daar baalde ik wel van. Want ik wou dus eigenlijk gewoon voordat ik boodschappen ging doen tussen twee Pokéstops zitten. En gewoon lekker, lekker switchen. Ondertussen dat ik dus items van friends binnen kon halen en alles. Blijkt mijn batterij leeg te zijn. Wordt nog erger. Dus ik dacht bij mijn eigen. Nou ja, dan doe ik het de volgende keer wel. En dan doe ik even bij de Albert Heijn heel eventjes boodschappen kan halen. Deze livestream is niet mogelijk gemaakt door de Albert Heijn. Maar door Remake Hearts. Dus ja. Dus ik inderdaad in die supermarkt, om niet nog een keer de Albert Heijn naam te noemen. Oh, wat doe ik nou? En ja, wat denk je? Ik vergeet die batterijen te halen. Slim, hè? Welkom op deze boerenboerderij. Het was absoluut niet boers. Dat was meer dronks. Het was niet boerderij, het was batterij. Nee, wat Kasi zegt. Een boerenboerderij. Als je boers moet praten, moet je een beetje veel praten. We moeten een beetje plat gaan praten. Een queen moet namelijk wel... Oh, gaan we weer queen! De queen! Dat is van een oude let's play nog. De queen! Ik weet niet meer waar dat van kwam. Van de queen! Was met een Minecraft iets. Dat was interessant. Dat is beter. Ik wou... Dit denk ik nuts. Nou ja, dat is beter. Het is nu ineens nacht in de game. Nou, als je weer een nieuwe loadzone ingaat, dan... Zou het gefixt moeten zijn? Ja, het is gefixt. Ah, dat is mooi. Het enige probleem is, nou is het gaatje weer dicht. Ah, deze, die heb ik al gedaan. Die heb ik met die bombjuice gedaan. Wat heb ik allemaal met bombjuice gedaan? Ik weet het niet meer. Nou ja, dan zal je dat open gat... waarschijnlijk ook al gedaan hebben. Ja, maar toch voor de zekerheid nachecken, want oh, dan zou ik het wel gedaan hebben. Dat je dan, dan zit je helemaal vast, zit je uren en uren met te zoeken naar het ene item en dan, je bent daar nooit in geweest. Weet je wel, zoiets. Dat zou een hele grote facepalm moment zijn, ja. Heb ik trouwens nog... Heb ik dat al gedaan? Ik wil dat nou toch weten, heb ik dat al gedaan? Blijft een van mijn favoriete Ocarina liedjes van Ocarina of Time. Denise, dankjewel! Psst, Stevie, we hebben dat al gedaan. ja, we mogen hier nog even een zaadje plaatsen. Waarom ook niet? Tja, het is toch zaterdag. Ik weet wat we kunnen doen, denk ik, hoop ik. Oh, Ik mis liedjes in Zelda. Ik ook, en daarom ben ik geen fan van Breath of the Wild. Heel grof gezegd, ik ben nu Hyrule Warriors aan het spelen en ik geniet van al die Zelda-muziek die erin zit. Een van mijn favorieten, dat is die van Skyward Sword. Oh, waarom zie ik nou gewoon echt dat je gewoon ondertussen dan aan het battelen bent met Ganondorf en dan dat je dit deuntje hoort? Het lijkt me gewoon echt hilarisch.
Maar als je vooral die variant, de la la la, dan ga ik al helemaal raar op kijken. En dan tot Ganondorf dat zo aan het zingen is en tot Ganondorf dan het dansje van de Runia doet. Ah, oh, het enige nadeel is, met co-commentaten moet ik dan af en toe even het geluid kort aanzetten om te horen van welk deuntje speelt er dan. Want over Skype kan ik de muziek dan niet mee horen. Dat kan een issue zijn. Maar dat is nog enigszins wel te fixen. Wacht even, zijn dit de Potion Broeders? Volgens mij niet. Volgens mij kan ik hier een upgrade kopen. Flash! Oh-ho. Flash! Oh-ho. Oké. Deku Seeds. Ik wil wel wat Deku Seeds. Geef! Ik was er toch bijna nog één. Koop jij die upgrade? Yep, jij verkoopt die upgrade. Kom maar, wat heb je? Ik voel me opgelicht nu. Het is bijna alsof dat je een paarse roepie eigenlijk, weet je wel, betaalt voor een blauwe roepie. Het is bijna dat je gewoon opgelicht wordt. Waarom blaas ik jou op? Er zit niks onder jou. Een bloepie! Oké, het was waard. Vraag mij af, hebben we die bij... richting de Gorons waar we nou eigenlijk naartoe dus aan het lopen zijn, hebben we die ook al opgeblazen? Want daar zit ook een kistje. Ik dacht dat we de doorgangen al opengemaakt hadden. Ja, want hij is hier ook al open. Dus dit kistje hebben we ook al geopend. Maar we kunnen nou dus ook bij de Gorons... Daar kunnen we nou ook heel even kijken wat de Bombag upgrade is. We kunnen nu de Bombtube game kunnen we ook doen. Haha, nee, niet de Bombtube game. Ja! De Gorombeeld hebben we al gedaan, jongens. Nee, die hebben we nog niet gedaan. Of hebben we die wel gedaan met Bombtubes? Die hadden we, dacht ik, wel gedaan. Want dat was namelijk de challenge, omdat dat wat moeilijker was in verband met de bom... of met de bomflower die we hier hebben. Dus volgens mij volgens mij had je hem toen in één of twee keer in... En bij de eerste was hij direct al goed. Because I'm a pro. Dat weet ik in ieder geval nog. En volgens mij was het bagger wat je ervan kreeg, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, Kevin, het is juist heel fijn dat je meedenkt. Nog fijner was het geweest als je recentelijk part 1 had gezien van deze tweede run, maar... Waarom zou ik het terugkijken als ik het al toen live meegemaakt had? Ja, maar dan weet je toch al wat we gedaan hebben, niet? Nee! Oude vaas. Oh mijn god, dat doet me zo denken aan... Die voice-over die ze toen gemaakt hadden met... Gewoon, was het ook alweer. Poink! Volgens mij Metal Gear Solid 2. Was grappig. Geef iets! Ik heb wel heel erg veel pieces of hearts. Ik bedoel, serieus. Hoeveel... We zitten al op 9 hartjes op dit punt. Dan moet je niet zeggen, geef iets, maar geef iets nuttigs. Oké. Okay. Dat is de codenaam die jij mij hebt gegeven, lege vaas. Oh nee, lege vaas is het daar, niet oude vaas. Maakt niet uit, het gaat om de grap. Nou ja, we kunnen nog heel eventjes naar een paar andere kistjes. Volgens mij heb je er daar 3 zitten. Maar kunnen we dus heel makkelijk bij 2 kistjes komen. Dat is hier bij het Stenen Doolhof. En we hebben 14 bommen, dus ik ga er gewoon voor. We gaan het gewoon doen. Ik bedoel, bommen zijn te koop. Het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je poen hebt. Ja, je moet naar rechts, ja. Oh, oké. Okay. Iets te laat. Delay op de stream. Ik zag je al twijfelen, maar ja... Nou moet ik naar het midden toe. Ah. Oh, oké, okay, hopelijk ligt daar een steen achter. Ik zag niks opblazen, helaas. Hallo.
Oké, wat krijgen we? Hoofdpijn. Deku nuts. Hoera. Nou weet ik dat daarachter ook nog een kistje zit. Maar volgens mij kun je daar alleen maar komen als adult, want dat zit geblokkeerd hier met rode stenen. Ja, ja. Dan moeten we echt de hamer voor hebben en alles. Maar dan vraag ik me eigenlijk wel af. Hoeveel stokjes hebben wij, want... Glitch nummer 1! Om dit gezin even krijgen, wat leuk. Trammels, trammels en nog eens trammels. Trammels! Nee, met bommen kan je ze niet slopen. Nee. En het is niet zoals in de CDI, weet je wel, van... precies, Eevee. Het is niet zoals in de CDI, dat je dus 10 van die bommen moet gaan gooien... en dan maar hopen dat je inderdaad... weet dat hij dan open gaat. Dat is niet het geval. Ah ja, laten we heel eventjes een paar bommen gaan kopen. En dan gaan we heel eventjes... Want volgens mij heb ik een paar stokjes ook nodig. Want met twee stokjes gaan we het niet halen. Alleen stokjes kun je hier niet kopen, dacht ik. Nee, maar ik heb bommen nodig. Nou, je kunt er hier wel eentje gratis krijgen en die zit in een pot. En als we dan toch naar Hyrule Castle toe gaan, dan kunnen we maar net zo goed ook de Bomb-tube game. Yay, Bomb-tube game! Niet yay! Yay! In ieder geval, er zit er altijd eentje gratis in, dus even kijken, Larup! Larup 200, welkom bij Team Eevee! Dankjewel voor de follow, ik ben awesome. Hi. Nou ja, dan gaan we maar eens even langs Hyrule Castle. Die man die hebben we al gedaan bij de vorige livestream! We kunnen ook naar de Fairy Fountains. We mogen niet naar de Fairy Fountains. Eevee zei nee. Eevee zegt nu ja. Wat wil je nou? Eevee weet het ook niet meer. Hoe moet je voorstellen dat de Bomb-tube bowling muziek de Ganondorf muziek wordt? Dat vind ik eigenlijk heel erg toepasselijk. Ja, we zijn hier nou toch. Kunnen net zo goed deze Golden Sculpture laat meteen maar meenemen. Ah, we moeten toch naar Hyrule Castle. Dus wat we zouden kunnen doen, dat is gewoon de Fairy Fountain kunnen pakken bij Hyrule Castle. Stokjes daar kopen natuurlijk. Bomb-tube game gelijk meenemen. Terug naar de Goron Village. King the Dongo verslaan als Young Link. Want vergeet niet, we zijn nog in één keer in Adult Link terechtgekomen. We hebben alles nog steeds kunnen doen als Young Link. We zijn nog in één keer adult geworden, dus... Zoveel te doen. Naar de Zubat-mobiel. Wel de Zubat-mobiel, hè. Kom jongens, kom. Maar het is genoeg in ieder geval dus wat we weer kunnen doen. Dus... Smakelijk en tot zo! Die heb ik ook gespeeld, inderdaad. En inderdaad ook uitgespeeld. En mijn mening, die zijn er een beetje verdeeld over met wat de grote hype train zegt. Want ik vind hem juist tegenvallen. En ik was vroeger Zelda player. Yep. Ik ben helemaal mee eens. Sommige aspecten zijn erg leuk in Breath of the Wild en hebben potentie. Maar het meeste is... Eigenlijk gewoon saai. Het open wereld idee is juist leuk omdat je, als je, hoe heet het, ook dingen nodig hebt om verder in de wereld te kunnen gaan.
Want dan werk je ergens naartoe om nog meer te kunnen exploren. En dat vind ik juist heel erg gaaf. Ja. En niet van, kijk eens, je kunt nu al overal naartoe. Want waar ga je dan uit? Dat verveelt gewoon heel erg snel, omdat er is niks te onderzoeken, in mijn mening. Nee, vooral wanneer al die shrines er exact hetzelfde van binnen uitzien. Dus jee, je hebt een shrine gevonden. Jee, ik heb stokjes gevonden. Jee, ik heb stokjes gevonden. Jee, ik ben stokjes aan het kopen. Maar kijk bijvoorbeeld hoe speciaal stokjes hier zijn. Daar, je hakt heel veel boom om en je hebt stokjes. Nou, stokjes die hebben we gewoon heel erg hard nodig in verband met, maar... In ieder geval om heel eventjes duidelijk te stellen wat jammer is van Breath of the Wild is... Breath of the Wild, dat brengt een hele leuke game mechanic met zich mee. Het enige wat ik een heel groot nadeel vind is... De manier van wapens. Ik bedoel, het voelt heel erg... Wat ze bij anderen hadden, weet je wel, dat je verschillende aanvallen had. Dat je de side, step, jump attack, weet ik het allemaal nog meer. Dat voelt daar een beetje... underwhelmend aan in verband met dat je wapens zo snel breken. Aan de ene kant leuk, omdat je dan constant op zoek moet gaan naar nieuwe wapens... Dat is dan weer wel leuk, maar het gaat te snel. Ja. Als ze simpelweg twee keer minder wapens in het spel overal en nergens verstopt hadden... dan hadden ze ook de wapens twee keer zo lang heel kunnen laten. En dan had het een veel prettige mechanic kunnen wezen. Ja, maar ik denk zelfs dat ik het liever nog drie keer zo lang had gehad. Ik bedoel, ik heb allebei de DLC's. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb de DLC's, ik heb de extra dinges en alles. Maar waarom moet je gaan zoeken naar een nieuwe outfit? Het add niks. En we hebben weer bomtjes trouwens. Jee. En de graphics, ja, ze zijn mooi. Maar er is niks iconisch. Als ik denk aan Zelda, denk ik hoofdzakelijk aan dingen die mij heel erg... bekend voorkomen. Die blijven echt gewoon in gedachten hangen. Maar ja, de wereld in Breath of the Wild is zo groot. Het ziet er allemaal wel mooi uit, maar het ziet er ook allemaal heel erg van hetzelfde uit. Nou, plaats jezelf op een random plek in de wereld. Draai een keertje rond. Neem daar een video van op. En kijk het terug en je weet niet eens meer waar je stond. En weinig muziek, daar wou ik dus inderdaad op gaan. Want toen ik in Kakariko Village was, was ik echt zo van... Dit is Kakariko Village? Nee. Ik vond Kakariko Village muziek... Vond ik wel mooi. Maar heel Kakariko Village... Dat ze het een hele andere stijl gegeven hadden... Vond ik niet echt... Had ik deze Skullchilla hier al? Volgens mij wel. Ja. Yep. Nou, maar ik bedoel gewoon van, het is, weet je wel, Zelda heeft iconische muziek. Ze hebben altijd gewoon bijna eigenlijk praktisch dezelfde deuntjes. En hebben ze niet dezelfde deuntjes, dan hebben ze weer een ander leuk deuntje. Kijk nou bijvoorbeeld naar de Wind Waker. Bij de Wind Waker, je weet gelijk wat Dragon Roost Island muziek is. Je weet gelijk, ja, ik ben nu op Dragon Roost. Vergeet niet, Wind Waker, die vond ik een beetje minder in verband met, je hebt 42 eilandjes, 42 vakjes, en op al die 42 vakjes, daar heb je één eilandje, dus je hebt 42 eilandjes. Maar elk eiland was uniek. Elk eiland straalde iets uit. Elk eiland had zijn eigen puzzel. Nu is het, we hebben 120 verschillende puzzels. Nee, je hebt 120 shrines. Waarvan dat je misschien net 7 verschillende puzzels hebt. Dus... Ja, en ze zijn ook niet eens thematisch, want je hebt niet... Ik vergeet veel bolen, sorry jongens. Blaas dan de pot op! Nee. Ik weet dat je daar roepies van krijgt, maar aan de andere kant, ik heb wel twee... We hebben de bommen meer nodig eigenlijk. En twee roepies, dan zou ik drie keer kunnen spelen. Dus op zich geen verkeerd idee om inderdaad één bom ergens op roepies of op de potten te plaatsen. Weet je, ik weet dat we hier de brug op mogen, maar we hadden afgesproken, dan mochten we maar één keer doen. Want het is een beetje een te goedkoop iets. Het moet ook een beetje speciaal zijn als je daadwerkelijk muntjes vindt. Hou je een checklist? Een cheeklist? Checklist, sorry.
om te weten wat je al gedaan hebt. Nee. Dat doe ik expres niet, omdat dan moet ik het maar... Ik moet het maar weten. Ik moet maar onthouden wat ik gedaan heb. Ik ga wel een checklist gebruiken bij de Extreme Randomizer. En met de checklist dan is het gewoon oude pen en papier. Waarvan ik jullie allemaal nog steeds weet dat jullie allemaal nog steeds pen en papier bij je hebben om te weten wat mijn favoriete evolutie is. Nee. Nee, daarom maar. Voel vrij om hem geweldig te vinden, hè. Hou eens eventjes. Het is onze mening, dus sorry dat we hem dan zo afkraken, want jij vindt hem geweldig. Excuses natuurlijk. Het heeft zijn leuke dingen, maar voor mij het staat niet in top 3 Zelda games. Dus ieder zijn eigen mening natuurlijk. Inderdaad. Net zoals dat dit mijn minst favoriete game is. Ik haat het spel. Volgens mij hadden we trouwens ook de Lens of Truth. Herinner ik me nog. Geen idee. Weet ik 100% zeker. Kan ik starten? Oh ja, wacht, klopt. Maar we hebben geen magie. Dat was de grap. Ja. Want toen had je al inderdaad een keertje gezegd van... Dat kunnen we doen. En dat er in de chat inderdaad gezegd werd van... Helaas. Jongens, speciaal voor Larup. Laten we nou eventjes ervoor zorgen dat we niet te veel gaan afkraken meer op Breath of the Wild. Dat hebben we nou gehad. Enough. Sleep. Now. Wat is dit voor randomizer? Een vervelende. We krijgen allerlei items, maar geen magie. We hebben magie nodig. Een beetje van jezelf en een beetje van magie. Ik ben zo slecht van bowling. Nee, ook weer niet goed. Ik ben echt heel moeilijk... Ik bedoel, de eerste en de derde die heb ik heel makkelijk door. Ja, deze hebben we. Maar die tweede, als die in een hoek zit, daar heb ik zoveel moeite mee. Ik heb altijd met dit... Heb ik het via de muren gedaan. En vooral bij de laatste met die kippen. Ik vond het zo vervelend om er recht door langs te gaan. En ik kon het heel makkelijk kon ik het via de muren bereiken. Nou, via de muren ken ik weer de tactiek niet. En ik weet dus ongeveer wanneer dat je je bom moet gooien. Je moet hem wel meteen gooien, want anders heb je een probleem. Ga aan de kant! Goed zo. Want dan ontploft hij namelijk net voor de finish. Als je hem te lang vasthoudt. Want ik heb hem nou al. En wat is de bombag? Want de bombag is geen bombag, maar een bombag is geen bombag, want de bombag is... Oké, serieus, als de Piece of Heart nou een bombag is, dan noem ik dit geen randomizer. Oké, nou, wat is de Piece of Heart? Let's do this. Oh, fijn, ik blaas al gelijk verkeerd. Oh. Ik ben echt dom! In ieder geval, alle items hier die zijn gerandomized. Dit is nog te doen, dit is makkelijk. Als de kip nou niet omdraait, oké. Nee, dit is een randomizer waarin alle items zijn gerandomized. Waaronder dus echt alle items en alle muziekjes. Oké, let's wait for it. Nou. En natuurlijk gaat de kleine kip er op dat moment voor, tuurlijk. Taas! Oké, kleine kip, ga aan de kant, ga aan de kant. Dit kan hem worden. Loop door. Oh, bijna. Oh, vervelend. Oh, kom op, je stond perfect! Kaas! Het enige nadeel is, we hebben geen zwaard, dus we kunnen niet zien hoeveel tries dat we nog hebben. Ja. Yeah. Die kip die doet het gewoon expres. Kleine kip aan de kant. Grote kip, blijf! Nee, ga naar de kant, ga naar de kant! Ik weet dat jij die muurtactiek hebt, maar ik ken die muurtactiek niet. Voordat je begint. Gewoon, je gooit hem naar de muur en hij maakt een mooi bochtje.
Ja, maar dan moet je hem toch ook op de goede angle hebben? Ja, tuurlijk. Maar ja, je gooit een paar keer en je hebt door welke angle je moet hebben. Hier, let op, in één keer. Let op, in één keer. Let op. Nou, valt mee. Valt mee! Het zijn maar bomtjes die we kunnen winnen. I don't care about the bomtjes. Dat was iets te vroeg trouwens. Nu dan. Oh, kom op. Daar staat hij gewoon open. Daar staat hij gewoon open. Hoezo ontplofte die? En wat moet ik met die bomtjes? Nee, dit is geen random pick-up. Dit zijn echte bomtjes. Ik zou dolgraag, maar ik heb geen monies meer. Oké, okay, dus er is nog één piece of heart, nou ja, één pick-up te halen bij Bomtjubolen. Als iedereen in de chat, onthoud het, want wij zullen het niet onthouden. Ik hoop dat ik het onthoud. Ik niet. Hebben we trouwens al Dampé gedaan met de gravekeeping voor team? Niet dat ik weet. Weet iemand het? Iemand? Zijn wij al langs Dampé geweest? Het is maar 10 roepies, maar ja, we hebben nog maar 17 roepies. Eevee, los! Wat zo, Eevee? Oh, die hebben we al gedaan. Ah, dankjewel, Denise. Als we het nou niet hebben gedaan, dan zeg maar wat, echt. Ik weet je te vinden. Nee. In de chat. Nee. Oh, wat gemeen. Stevie, wees niet zo gemeen naar je kijkertjes. Wees het liever erdoor. Volgens mij heb je hier ook al een Golden Sculptula's al te pakken. Nee. En de kaas voor de Pieces of Hearts, die hebben we ook al gedaan. De Cuco minigame hebben we al gedaan, dat weet ik 100% zeker. Dat is een van de eerste dingen die je hier doet, dus. Yep. En ik weet nog dat het gekaasde waarbij je moet zweven met de kip, daar had je een hele goede item uit, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, volgens mij had je daar toen de bottle met de ladder, ja. Nee, die hebben we nog niet gedaan, want we hebben daar geen bommen voor gespendeerd, want we hadden nog geen bommen. Maar ik heb zoiets van, laten we dat gewoon in de goede volgorde doen. En laten we eerst heel eventjes rustig en vredig richting, dat we eerst even deze dungeon even afhalen. Want we weten, we hebben hier nog 2 pick-ups. Want ik weet, we hebben dat kistje dat zeg maar normaal gesproken de bommen heeft. En we hebben wat de hardcontainer die King the Dongo eigenlijk dropt. Dat zijn eigenlijk de items die we hier nog uit kunnen halen. En als we dit hebben gehaald, dan zouden we inderdaad heel eventjes Dead Mountain op kunnen gaan. Dus... lijkt me op zich een... ja, lijkt me op zich een goede keus. We kunnen hier nou omhoog namelijk en dan kunnen we nou daar die dingen opblazen. Wee, en ik faal. Ah, doe je niet goed. Ik heb deze shortcut nooit gebruikt eigenlijk. Geen idee of ik hem gebruikt heb. Kasi, weet je nog bij de eerste run? Heb je magie nodig? Ga dan naar Dead Mountain. Hadden we iets van, ik geloof 2 keer verteld wat de randomize was? Nee, je moet naar Dead Mountain! Daar heb je de Great Fairy en dan krijg je magie. Kasi, dit is een randomizer. Nee, je moet naar Dead Mountain! En toen dat was zo mij... grappig. En toen kregen we volgens mij een bloopie of zo van de Great Fairy. Ik zei van, nou hier voor de moeite alsjeblieft. Dat was inderdaad super grappig. En Kasi, dan moet je je niet vervelend voelen, want dat maakt juist de leukste momentjes in een livestream. Dus daarom, daar moet je juist trots op zijn tot dat gebeurd is. Dat zijn echt van die leuke momenten van livestreams. Dat was een interessant geluid.
Ah, ik heb een slingshot. Kom maar. Kom maar met die zuurpadmans. Ah, kom op. Ik heb dodging skills. En ik heb een poepkleur hier in deze dungeon. Ja, maar als je dodging skills hebt, dan moet je die dodging skills ook gebruiken. Wist je dat nog niet? Half. Ik bedoel, laat zo'n Zubat nou ook eens een keertje een pleziertje hebben, weet je wel. Dat hij mij een keertje geraakt heeft. Is hij ook weer trots? Ja, ik snap het. Kijk, ik zie hem branden. Hij zit vol met pijn dat hij in de fik staat. En als hij tegen jou aanknalt... Nee, is Eevee! Heet. Hey! Niet doen tijdens de livestreams, hè? Dat weet je. Aandachtstrekkertje. Ja, Eevee die vindt het nogal leuk om aan de tralies van zijn een hokje te knagen. Dat moet hij niet doen, want het is niet goed voor zijn tandjes. En hij heeft genoeg kraakspeeltjes, maak je daar geen zorgen over. Dat was ook wel grappig, ja. Nee, dat was niet grappig. Hoezo zie je dit niet? Jongens, dit is de eerste keer op het spel! Loop ik er weer langs. Hoezo ziet hij dat niet? Jongens, ga nou zijn! Niet aardig! Toen ik op dat punt was, zag ik direct van... En begint hij al gelijk uit. Toen ik op dat punt was... Laat ik eens checken of ik daarheen kan springen. Hé, hey, daar zit een secret. Luister, het probleem van overschakelen naar, van PC-games naar consoles is heel erg lastig. Dus we gaan niet overschakelen naar Super Mario Maker in deze livestream. Helaas. Och, maar ik zie dat jullie alweer willen dat ik dus een super expert in een keertje ga doen. Oh boy. Zo geen zin in. Misschien. Nee, jij... Oh mijn god, ik gooi gewoon een bom! Oeps! Dat was niet mijn bedoeling. Hm. Wacht, misschien zitten hier nog wat extra bommen in. Ik zag een hartje, maar die is nooit... Nee. Dat is gemeen, hè. Oh ja, gelukkig heb ik niet zoveel bommen nodig. Volgens mij heb ik maar iets van 2 of 3 bommen nodig voor King the Dongo, dus... Ik dacht 2 inderdaad. Ik hoor jullie. Plus er zijn altijd nog bomflowers die je daar kan gebruiken. Ja, maar dat is best wel een lastig iets. Je kunt beter maar gewone bommen doen. Klopt. Al ben ik nou eigenlijk... Nee! Dodging skills. En dan loop ik recht tegen je in. Goeie dodging skills. Nogmaals, als je dodging skills hebt, dan moet je die dodging skills ook gebruiken. Nou, ik moet wel zeggen dat ik sommige levels na 70 keer dood ben gegaan of zoiets in die trend. Best wel goed heb kunnen doen. Oh, trouwens, ik werd vandaag weer herkend. Dat was ook wel weer grappig. Dat is altijd leuk als dat gebeurt, dat je herkend wordt in een winkel. Ik werd vandaag herkend in de winkel. Want jij bent toch van die Let's Plays? Oh boy. Bij de Boerenbond vonden ze mijn shirt heel erg leuk. Ik bedoel, ik heb mijn Eevee shirt heb ik dus weer aan. Dus, en mijn Pokéball rugzak had ik natuurlijk bij me. En dat vonden ze wel helemaal hilarisch. Maar goed, laten we onze stokjes maar klaar hebben. Onze bommetjes. En we hebben de map hebben we ondertussen al te pakken gekregen. Dus wat we van King the Dongo gaan krijgen is een mysterie. Een bloopie. Ook tot de boss battle muziek in één keer verandert. Dat dit in één keer Saria's song is of zo. Of nog leuker, Zelda's Lullaby. Zo'n super intense battle en dan la la la. Nou, ik heb heel vaak op conventies dat mensen naar me toe komen van jij bent toch van René Kart. Ik had eigenlijk mijn René Kart shirt misschien ook aan moeten trekken, maar ik vind deze leuker nou. Bij unboxing trek ik die weer aan. Oh, en trouwens, we hebben King the Dongo hebben we al verslagen.
Nou, wat is onze fartcontainer? Zeg ze niet zo verkeerd? Ik bedoel, het is onze variant op de zwaard die we niet hebben. Dus nu kunnen we de 20 bij ons dragen en krijgen we er gelijk 20. Dus op zich is het een hele goede pick-up. Ja. En we hebben de water medaille. Waardoor dat we misschien dadelijk weer sneller nog een extra nummer kunnen leren. Dat is ook goed. En we hebben nog maar 6 bommen. En dat is ook goed. Nee, dat is niet. Dat is niet goed! Even kijken, kennen we met 6 bommen? Volgens mij kunnen we wel het een en het ander. Ik hoop het, we gaan gewoon kijken. Auw. Je kunt jezelf opblazen met je eigen bommen. Ah, trouwens, we hebben ook nog heel veel bomtjes bij ons, dus. Ja. Waarom pak je nou een stok? Dank je. Wacht eventjes, was dit ook een pick-up hier? Of was dit alleen maar een cube? Volgens mij was dit alleen maar een cube. Ik heb nog niet. Was inderdaad alleen maar een koe. Ik weet het, en ik heb nu pas weer 30 roepies. Ik weet dat ik nog een keer. Oh, wacht even, hier is een stukje voor. Walking backwards is sneller. Dan moet ik het wel goed doen. Zo ja. Dan word je niet geraakt. Oké. Nou ja, we hebben in ieder geval de eerste twee dungeons al gehad. Als we nou de boomerang ook nog zouden hebben gehad, dan zouden we dus eigenlijk ook al heel Zorras de domein kunnen doen. Oh, trouwens, bij deze hebben we ook afgesproken, jongens. Op het moment dat we het spel kunnen uitspelen, gaan we het ook doen. Hier hoeft het dus geen 100% te zijn. Brengt ons nog sneller naar de extreme puzzel. Waar ik niet blij mee ben. Ja, ik deed het verkeerd. Sorry. Nou, we hebben in ieder geval al eens. Ja, we hebben al één van de dingen die we nodig hebben. Buiten magie. We hebben de light arrows. Die hebben we nodig. Oké. Oh, great fairy fountain of magic. Please grant us magic. Of iets in die trend. Maar volgens mij, even denken. We hebben nog de bomb to game die we eventueel zouden kunnen doen. Maar volgens mij hebben we verder niks meer. We krijgen liefde. We hebben nou 10 hard containers. Gewoon 10. Hadden we trouwens de hookshot al? Nee, we hebben de hookshot nog niet. Dus we kunnen niet de voorste. We hebben nog geen hookshot. Dat is ook best wel lastig. Yep. We hebben ook nog geen hammer. We hebben ook nog geen iron boots. Dat heel veel extra mogelijkheden. We hebben ook nog geen iron boots. We kunnen nog niet naar de Shadow Temple. Als het dood is er eigenlijk heel erg weinig wat we kunnen doen. Blijkbaar. Waarschijnlijk wel, aangezien dat Erik in één keer aankwam met... Weet je wat een awesome game wordt? Die is helemaal gehyped voor de nieuwste Smash. En als hij gehyped is voor een Smash, dan zal het wel een goede game zijn. Ja, heel voor context. Ik ben juist meestal degene die heel erg is van... Oh, er komt een game uit. Nou, laten we beter maar niet gaan overhypen, want... Dan gaat het alleen maar een teleurstelling worden. Korte versie. Hij is meneer anti-hype. Ja. Maar hier ben ik enorm gehyped voor. Dus ja. Oké, dit kan wel handig zijn als we volwassen Link worden. Want dan kunnen we gelijk... King Zora bevrijden. Ja. En dan krijgen we dus gelijk de Blue Tunic, wat de Blue Tunic ook zou zijn. En we kunnen als Adult Link inderdaad eventjes achter...
kijken wat inderdaad sommige pieces of heart zijn en wat we allemaal bij de ijsdungeon kunnen halen. Plus er zijn nog een paar pieces of heart die we kunnen ophalen. Dus we kunnen wel wat doen. Dat deed pijn. Ik spring wel in de lava. Ik hou niet van lava. Hele belangrijke wat we heel eventjes moeten testen. Hebben we ondertussen al 20 skulls helaas? Nee, we hebben er 17. Bij de graveyard hebben we daar een zaadje geplant. En natuurlijk in Lake Hylia moeten we ook een zaadje planten. Voor de fishing game. Nee, ik weet dat we nog steeds geen magie hebben, maar dat is op zich niet zo'n groot probleem. Daar kunnen we nog omheen. We hebben nog in ieder geval opties die we nou aan het openmaken zijn voor Adult Link. Dus, even kijken, die Queen, die hadden we al. Queen! Want als Adult Link ken ik namelijk nog een trucje, nou ja, eigenlijk kaas. En die kaas wil ik zeker met jullie delen, want dat is eigenlijk best wel hele leuke kaas. Dat klinkt graag. Maar dat maakt niet uit. Het is echt leuke kaas. Jullie gaan het lekker vinden. Dat klinkt echt raar. Oh ja, eerst eventjes kijken of ik de sites had geplant bij de graveyard. En dan gaan we gelijk eventjes langs Lake Hylia. Dan kunnen we gewoon naartoe warpen. En dan gaan we gelijk richting de Temple of Time. Om adult... Wacht eventjes, hebben wij hier de skull? Oh nee, wacht even. Daar hebben we Saria Song voor nodig. Zoveel dat we missen. Nee, we hebben hier nog niks geplant. Allemaal Mumee's schuld. Ja, en de... Wat? Dat we hier nog niks geplant hebben. Dat is jouw schuld. Het spijt me. Ik hou van die muziek, jongens. Oh. Ik vind nog altijd gewoon dat Ocarina of Time het beste instrument heeft. En dat jullie gaan zeggen van... Nee, dat is Majora's Mask. Ik vond de nummers van Ocarina of Time vond ik mooier gespeeld dan... Er waren hele mooie nummers. Net zoals The Song of Healing. Die vond ik echt heel erg mooi. Omdat ze gewoon Saria's song omdraaiden. En dat je daar een heel ander deuntje uit kreeg. Geniaal. Begrijp me niet verkeerd. Echt, die vond ik echt geniaal. Maar... Als ik echt naar het geheel moet gaan kijken, dan vind ik de nummers die Ocarina of Time te bieden heeft veel mooier als Majora's Mask. Ik bedoel serieus, de Song of Soaring. There rest my case. Gewoon Song of Soaring. Song of Unhealing. Het is niet officieel, maar dat is eigenlijk gewoon Saria's song creepy gespeeld. Maar wat is onze muziekexpert zijn mening daarover? Nou, ik ben inderdaad eens dat in Ocarina of Time het iets beter is. Maar het, ik vind de Song of Healing vind ik wel een heel krachtig stuk dat wel heel veel compenseert. Dat wel. Ja, nee, dat zeker. Maar ik moet ook zeggen, sommige andere deuntjes die waren ook heel erg mooi. Bijvoorbeeld de tactiek wat ze gedaan hebben, dat je meerdere instrumenten had in Ocarina of Time, weet je wel. Gewoon zetten je de Deku Mask op, had je pipes. En tot ze daar dan gewoon... Oké, het is een hele sidequest, want dat vond ik dus het nadeel van Majora's Mask. Alles is voor een piece of heart, want je hebt maar 4 dungeons. Dus alles is piece of heart. Alle sidequest, piece of heart of een masker. Maar voornamelijk een piece of heart. En... ja... Je moet heel veel moeite doen om inderdaad... Maar dat vond ik een van de mooiste. Dan moet je als gitaar een stukje spelen. Je moet als de drum moet je een stukje spelen. Als fluit moet je een stukje spelen. Echt heel erg leuk gemaakt. Nou, ik vind het eigenlijk meer bij Majora's Mask. De sidequest is niet per se om de reward. Maar om het verhaal eromheen. Dat ook. Want ik vond echt bij die game de story... Je voelde echt gewoon... Je leefde mee met de karakters. Waardoor het een goed gevoel geeft om de sidequests te doen. In plaats van ik wil de reward van de sidequest. Dat vond ik heel krachtig van Majora's Mask.
Oké, vooruit. Ik heb gehuild op het moment dat dat kindje weer terug gaat naar zijn papa. Die een mummie is. Toen zat ik met traantjes in mijn ogen. Waarom? Het is een hartverwarmende scène. En het spel besluit dan ook nog eens een keertje om het meest emotionele nummer van het hele spel, Song of Healing, dan ook nog eens een keer te spelen. Het is niet grappig. En ja, ik weet dat ik genoeg geld heb om nog een keertje te bowlen, dus ik zal nog wel een keertje bowlen. Waarom vinden jullie het allemaal zo leuk als ik een hekel aan iets heb? Is dat nou gewoon mijn leed vertaan, weet je wel? Tja. Er is iets wat de YouTube... Er is iets wat Stevie niet leuk vindt, dat moet hij gaan doen! Snel! Leedvermaak is vermaak. 1! Ik ben terug. Dus je kreeg een 1 en je bent terug. Oké, vooruit. Je kreeg een 1! En boomtje bolen. Woehoe! En ik mis de eerste gewoon. Wauw. Ik haat dit spel. Lars, zoals ik heb gezegd, ben ik heel eventjes klaar met het opnemen van Let's Plays. Dus dat staat even voor onbepaalde tijd op pauze. Het ergste is, als ik dit spel win, dan weet ik gewoon dat ik weer een spel moet spelen. Oké, dat was te vroeg. Breng me nou niet op ideeën, Kazi! Gewoon dat je zo'n power keg van Majora's Mask gewoon hier naartoe brengt. Oh jongens, weet je wel, gewoon zoiets! Oh Timmy! Noem de vrouw achter de balie, noem me gewoon Timmy. Als je überhaupt de vrouw kent, ik heb echt een flauw idee. Aan de ene kant vind ik het niet erg als ik nou verlies. En dat niet, we kunnen het. Ja, ik doe nog wel mijn best, maar. Ik vind het niet erg! Jij gaat gewoon je best doen! Ik haat het! Ik haat dit! En daarom. Daarom is het zo leuk. Oké, dit is onze kans! Kans. This better be worth it! Als dit een bloopie is, echt serieus. Rage quit. Oké. 8 bommen voor de middelste cirkel. Doe me zo denken aan Twister, weet je wel. Dat je gewoon zo'n ding recht in de Twister probeert te draaien. Weet je wel, gewoon zo'n Dorothy aan een auto vastgebonden. Go! 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 Oh, in één keer? Echt serieus? Perfect game! Ah, nee, doe je redelijk. Sorry, Eevee. Eevee is er ook niet meer eens. Ah, je hebt een leuke prijs. Heb ik nu eigenlijk gewoon simpelweg alles van Jongling ondertussen of zo? Want we krijgen niks van Adult Link, maar alles van Jongling. What the? Volgens mij hebben we alles van Jongling ondertussen. Behalve ons zwaardje. Sonic! Wat heb je aan dit
Deze dekenstok, stick is gebroken. Hij zit... Oh nee, sorry. Dit overtreft niemand. Echt? Dit overtreft niemand. Sonic heeft eventjes de stream gemaakt met deze opmerking. Yep. Oh, voor YouTube. Ik krijg hier de tekst. Ik maak er een screenshot van. Ik maak er een screenshot van, het is goed. Opslaan, zo. Jee, ja, dat werkt. Een stuk hout. Sorry, Stevie. Oké, op welke tijdstip is het eigenlijk? 1 uur en 10 minuten. Ah, dat onthoud ik wel. Oh, Sonic Talk. Het is een van de beste dingen die je kunt krijgen en dan komt Sonic aan. Een stuk hout. Sorry, Stevie. Met de Z-face. Nee, ik wil niet nog een keer spelen. Er is nergens voor nodig. Tuurlijk, nog een keer. Dus we gaan niet Adult Link worden. We gaan eerst denk ik maar langs de Zora's. We kunnen eventjes een paar Sculptula's ophalen met de boomerang. Ja, nu kunnen we volgens mij gewoon letterlijk alles doen. Want... Nee, we kunnen nog niet als Young Link de Spirit Temple doen. Dat is het enige wat we op het moment niet kunnen doen als Young Link. Ja. Ja! Oké, serieus. Wat is al deze tekst? Dan wil ik het ook weten ook. Je wordt hier toch een partij geappt, joh? Eerst even kijken. Een afbeelding. Even wachten. Ja, ik doe nou twee dingen tegelijkertijd. Dat moet ik niet doen. Heerlijk. Ja, kijk, dit is de reden waarom je niet auto moet rijden en appen tegelijkertijd. Seems... Bijna crasht hij tegen die skeleton aan. Zo onveilig. Nou jongens, ik kan jullie in ieder geval... Uitkijken, straks botsen tegen die man. Dat is dan jammer voor die man. Echt kijkers, doe dit niet na. Hoezo, je mag wel een spel spelen op je telefoon, maar ga niet autorijden. Serieus, waarom vergelijk je een spel spelen met autorijden? Omdat Pokémon Go en autorijden ook niet samen mag. Goh! Sowieso moet je je telefoon niet in je hand hebben als je aan het autorijden bent. Ook niet op de fiets trouwens, jongens. Echt serieus, ik zie ze veel te veel op de fiets. Die zitten echt als een zombie op hun telefoon en die kijken nergens naar. Ik doe dat niet. Als je op de fiets bent, let goed op het verkeer. Yep. Ja, Sonic, het is goed nu. Het is duidelijk. Trouwens, ben je ook op 11 jaar, Sonic? Pas wel, zelf. Toch? Hè? Pas wel, toch? Ah, hij heeft geen keus. Hij moet. Aww. Nee? Kom. Ben je op Comic-Con? Are you going to Comic-Con? Elfia, dat is in Ars en dat is 22 en 23 september. September. Ja. Want Elfia heeft twee edities. De ene is in Arsa, die dus er bijna is. En eentje in haar Silence en dat is altijd in april. Ja, First Look, het probleem is, ik heb gelezen tot Let's Go Eevee daar speelbaar wordt. Dus ik zit eigenlijk toch rond te twijfelen om één dagje naar First Look te gaan. Ik weet het niet wanneer First Look is. Ergens in september. En voor de mensen die willen weten, wat is september, september en oktober? September. Dat is namelijk de Halloween maanden. En dat betekent ook dat binnenkort weer mijn snor er een keer af moet.
Oh boy. First look is in de jaarbeurs in Utrecht. Nee, want in oktober, dat klopt dan weer niet. Dan is het eerder, desnember. Dat klinkt voor geen meter, maar dat maakt niet uit. Nou, ik vind desuari toch wel een stuk leuker, hoor. Ja, desuari. Zeker omdat het een beetje als de Siduai klinkt of zo. Ik wil... ik weet niet, maar ik vind het leuk klinken. Ja, dat heb ik dus met september. Ja, die klinkt ook leuk, ja. Nee, maar oktober, ik bedoel van november is een beetje meer de Sinterklaasmaand, weet je wel. En november, dan zit ik ook meer bij mijn eigen verjaardag, dus ja... Wat ik trouwens ook kan vieren weer bij Comic-Con. Ik zal heel erg veel bij de stand zitten van Anyworld for You. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Maar ik ben ook van plan om daar een beetje mijn verjaardag te gaan vieren, dus... ik doe nog niet type op de fiets, maar als ik heel snel een berichtje wil versturen, spreek ik het in en dan... Ik ben een slecht mens. Nou, het beste wat je dan zou kunnen doen is gewoon heel eventjes stilstaan. Eventjes gewoon stilstaan en dan even je... Gewoon rijden en iets met de telefoon, dat werkt gewoon niet. Of je nou een auto bestuurt, een fiets bestuurt, werkt gewoon niet. Voetganger kan en... wel, want dan loop je op een stoep, maar... Ja, dat... fietspad maakt het al iets... makkelijker, maar... Oeps. Glitch. Dat is niet fijn. Ik bedoel, ze waren er namelijk ook mee bezig om... hoe heet het? Om het... om de fietsen te gaan verbieden. Ja. En ik ben ervoor. Ik ook. Ik bedoel, ik zit... Ja, ik moet echt. Ik mag niet in zorg als domein kan ik niet op pauze drukken. Dat was ik helemaal vergeten. Oeps. Simpelweg wil je een telefoon gebruiken op je fiets. Bijvoorbeeld voor navigatie. Koop een standaardje voor op je fiets. Die zijn niet zo duur. Ja, maar dat is alleen maar voor navigatie. Hè? Niet dat je dan gaat lopen tweeten voor zo'n standaardje. Nou ja, bellen kan dan nog steeds. Want je hoeft dan alleen maar één keertje op groen te klikken. En je kan lullen wat je wil. Maar typen, dat werkt inderdaad. Daar raad ik wel aan handsfree, want anders krijg je dus de hele tijd... Nou, dat is... inderdaad... Dat is hetzelfde als dat wij in de auto ook zo'n oortje in hebben. Dus, of een car kit. Die heb ik op mijn werk. Nou ja, zelf heb ik simpelweg... Ik neem gewoon niet op als ik in de auto zit. Ik, zelfs handsfree vind ik het eigenlijk mezelf iets te veel storen. En alle aandacht die weggaat van het verkeer zorgt er dan juist sneller voor dat ik... mijn veiligheid, daar let ik hoe dan ook goed op, dus daar maak ik me dan niet zorgen om. Maar dan verdwaal ik sneller. Net als dat ik met vrienden in de auto heel snel verkeerd rij en in Duitsland terechtkom. He's still talking about it. Ben je klaar? Ja. Mooi. Ik vind het eigenlijk zat dat ik helemaal terug moet gelopen omdat ik helemaal vergeten was dat je een kakkerik of velletje niet op sausen kan drukken even bam met de glitch. Of niet een kakkerik of velletje kan ik wel drukken, maar ik kan niet drukken in een Zora's domein. Of bij die waterval daar. Zo irritant. Zeker. Ik heb nou de boemerang, dus kan ik gewoon stokjes hier neerzetten. En wat doe ik? Weg. Ah! En dan draai je een klein stukje en dan krijg je weer die glitch! Glitch! Haha! Oh nee, wacht even, ik sta hier nog wel goed. Mooi. Dus. Nice. Boomerang mag blijven. Zo dan. Goed. En nou gaan we rustig terug. Al heb ik nou heel erg veel de neiging om spatie in te drukken zodat je fast forward, maar dat gaan we niet doen. Nee, maakt niks uit. Ik vond het grappig. Niet dat ik de enige was die het bijhield.
Oh, het was gewoon voor eenmalig grapje. En nou gaan we recht een counter maken. Nou, dat zou ik zeggen, doe maar niet. Ik ben hartstikke rustig. En ik ben hartstikke kalm. Maar als ik stil ben, dan wordt het een hele saaie livestream. Het zou toch helemaal een ramp zijn als je dus echt zo aan het livestreamen bent. Zo. Dan begin je toch ineens af te vragen, leeft de livestream überhaupt nog? Haalt hij nog wel adem? Ik weet het niet hoor. Ja, dan word ik van eigen blij. Dammit, dan moest ik weer praten! Lijkt me een hele saaie livestream, want je gewoon echt... Wel leuke 1 april grap, gewoon een livestream pakken en gewoon helemaal niks zeggen in heel die livestream. Gewoon een uur livestream zonder één woord te zeggen. Trainer Stevie, dan gewoon alleen maar gewoon kijken, want het is 1 april, weet je wel. Gewoon wel iets doen. Maar niks zeggen, geen woord zeggen. Dan zou ik je camera ook zo plaatsen, zo dicht mogelijk. Misschien zelfs een beetje in het beeld van je scherm. Zodat je extra goed de camera instaart. Ja, het probleem is wel, ik moet wel ook natuurlijk iets onder de camera kunnen kijken. Want anders zie ik het spel natuurlijk niet, maar... Ja, maar voor een 1 april grap kan er wel een keer grappig zijn. Dit is saai. Jouw gezicht is saai. Ben ik weer vriendelijk, ja, Weet je wat? Dan zal je zo'n stille livestream moeten doen... met Spooky's House of Jumpscare. Kijk hoe lang je dan stil blijft. Ik haat jou. En op dat moment he realized he hates Mume. Ach, ik had ook ergere games kunnen voorstellen. Oh, je bedoelt gewoon de hele tijd alleen op de stoel voor. Ja, maar dan aan de andere kant dan heb je zoiets van ja, dan zit je naar een spel, weet je wel. Dan kun je net zo goed de facecam uitzetten, want dan zit je gewoon ergens anders en dan kun je de hele tijd gaan praten. Maar dan zou je stil moeten zijn en focus op de stoel. Maar dat haalt weer de grap weg als je alleen maar stil zou zitten. Dan gewoon echt alleen. In ieder geval, we kunnen weer naar een nieuwe... We kunnen kijken wat Feroz Wind brengt. Een vies luchtje. Wat je noemt, Feroz Wind. Ik bedoel, bommen heb je volgens mij niet nodig. Oh, we hebben nog een vis gevangen. Oeps. Mimee, waarom hebben we nog geen vis gevangen? Geen idee. Maar Spooky House of Jumpscare blijkt een goed idee te zijn. Poink! Ik ben het er niet mee eens. Jongens, ik ben niet van de Jumpscare games. Ik heb dat één keertje voor de grap gedaan toen als een soort van Halloween special. En iedereen die zit weer te hopen van, oh, doe nog een keer een Jumpscare spel bij Halloween. Nee, want ik doe geen Let's Plays meer. Dan doe je het livestreamen. Waarom praat ik tegen mezelf? Ach, dan heb je in ieder geval mentale steun. In plaats van een Greg die ineens schreeuwt. Dat was echt een ramp. Dat was gewoon niet grappig. Ik bedoel... Hard. Hij ineens schreeuwde. Daar ken je gewoon niet van schrikken. Nou, gelukkig klonk het op de video op de microfoon klonk het niet zo luid als dat het daadwerkelijk was. Dat kan ik jullie wel vertellen, zeg. Jezus, wat een geluid kwam eruit. Op de test. Hè? Geloof ik maar al te best. Ik bedoel, het was inderdaad heel erg eng, want het was een stille jumpscare. Maar die schreeuw van Greg erachteraan. Toen zat ik echt van, ik durf niet meer te bewegen. Wat? Baldi's Basics? Wat is Baldi's Basics? Zeg me niks. Baldi moet je inderdaad eens proberen. Van Zand, ik moet helemaal niks.
Ik vind moed veel te van, jij moet, nee, het enige wat je in de wereld moet is ademhalen en drinken. Anders ga je dood. Dus... Nou ja, hoeft niet per se hoor. Sommigen die hebben zulke problemen met hun organen dat ze zo'n apparaat hebben die adem voor hun haalt. Maar dan hou je toch adem. Plus je zou zelfs puur via je bloedtransfusie adem kunnen halen. Goh Stefan, daar heb je inderdaad een punt. Je hoeft alleen maar adem te halen en te drinken. Dank je, Mue. Is het nou zo moeilijk om het een keertje met me eens te zijn? Het hoeft helemaal niet. En drinken wees het gewoon een keer met me eens. En drinken is ook een specifieke handeling om vocht naar binnen te krijgen. Maar je kan ook vocht op andere manieren naar binnen krijgen. Alleen raad ik het niet aan. Hij is met kruiden bezig, mochten jullie trouwens wel weten, nou niet uit. Kasi, die hebben we al gedaan. Volgens mij hebben we hier eigenlijk alleen maar de boomerang nodig. Oh ja, en Zorra en prinses Ruto's kont. Ja, plus je moet kunnen tillen. Ja, maar dat is gewoon de A-knop. Ik bedoel, ik hoef geen items te veranderen. Nee, op die manier. Tenminste. De items die je nodig hebt om deze tempel te kunnen doen. Wacht eventjes. Jawel, ik heb één item nodig. Ik heb de stokken nodig voor de... dat stomme beest neer te kunnen halen. Dus ik heb stokjes heb ik sowieso nodig. De boomerang heb ik nodig. En... Ja, laat ik voor de zekerheid zou ik ook weer de slingshot pakken. Want muziek heb ik niet nodig hier. Dacht ik. Muziek heb je altijd nodig. Just for once, wees de game met me eens. Just for once. Al was hij het eigenlijk eerder met me eens dat inderdaad deze muziek beter is als Ocarina. Of Majora's Mask. Dit blijft het maar hier. Daar was ik het mee eens. Dus hij is het wel een af en toe een keertje met me eens. Het is zeldzaam, maar het gebeurt. Blijkbaar. Nou, de momenten dat jij met mij eens bent, is het omdat ik jouw mening verander door het heel goed te verwoorden. Ja. Juist. In ieder geval, deze tempel is een van de meest zinloze tempels. Reden hiervoor is namelijk... Je hebt hier maar twee pick-ups. In heel deze dungeon heb je maar twee pick-ups. Je hebt namelijk de pick-up van... Hoe heet het? De hardcontainer. En wat de boomerang zou zijn. Want voor de rest hebben ze hier ook nog niet eens kistjes. Dit is echt gewoon een vliegtuig. Nee, dat is een van die luchtbellen. Dat maakt een beetje raar geluid, maar dat is zo'n luchtbel. Nu hou je snavel. Ja, maar ik heb geen snavel. Maar waar is Perry? Oké, dat was random. Dodge de Octorok. Kijk, nu gebruik je dodging skills eindelijk. Oh, alsjeblieft, Mewee! You just had to open your mouth! Ja,
Nou, doei Ruto! Oh, wat een timing! Dus! Nee, maar in ieder geval deze dungeon, ja, het is dus een beetje een zinloze dungeon in deze randomizer. Want je hebt maar twee pick-ups. Helaas. Kazi, het wel een beetje vriendelijk houden alsjeblieft. Op zich kan ik het wel begrijpen, aangezien dat in andere Zelda games hebben ze ook al vaker van Lord Jabu Jabu een dungeon gemaakt. Maar ik vind deze dungeon, in mijn opinion, veel te klein. Ik bedoel, als je gaat kijken naar welke dungeons dat er op het moment eigenlijk zijn. Je hebt de Forest Dungeon, de Deku Tree. Die is best klein, omdat het is de eerste dungeon. Dus logisch dat die klein is. De tweede dungeon, King Dodongo, is behoorlijk groot al. Ja. Oh ja, wacht even. Jij moet hiermee... Wacht dat deze... die formaat of zelfs groter zou moeten zijn. Ja. Dus, maar deze die is eigenlijk praktisch net zo klein. Al zou het ook wel heel erg awkward zijn als hij belachelijk groot is voor het feit dat je in een vis zit waar je weet van hoe groot de vis is. En dit is al groot voor hoe groot de vis is. Maar... dan nog. Nou, daar zou ik me nog niet eens eigenlijk aan storen. In ieder geval hebben we een map. Oké, dus we hebben nog geen van de twee pick-ups. Helaas. We houden de spanning er nog even groter in. Al sowieso vind ik het idee van Ruto... dacht bij zijn eigen van, nou, zo zal even gezag, even gezag, hoi, zeggen tegen Lord Jabu Jabu, tot Lord Jabu Jabu actually zat van, Ruto, ik ben ook helemaal klaar met jou. En dus inderdaad gewoon Ruto heeft opgefroten. Terecht, maar... apart verhaal. Yep. En dat komt allemaal door Ganondorf. Hoe heeft Ganondorf dat voor elkaar gekregen? Kijk, als hij nou een vis had vergiftigd, dan zou het nog logisch zijn, maar nee, he used his dark magic. Wat? En misschien moet ik een beetje voorzichtig zijn. Wist we trouwens... oh ja, wacht eventjes. Het was het... hard healing was... Oké, we hebben nou ook al de kompas. Zouden we de spanning er heel erg groot in? Want we hebben nou nog één kistje. Hoera. Nou, hier kunnen we nog niet in. Dacht ik. Nee. En... nou, hier kunnen we alle... het maakt niet uit welke volgorde dat we doen. Ja, ze houden het heel erg spannend. Look, listen, what's up, hey. Flots. Al heb ik zo'n idee dat deze dingen kapot maken eigenlijk ook niet goed is voor Lord Jabu Jabu, maar... laten we heel eerlijk wezen, er is natuurlijk een reden dat de vis niet meer hier ligt. Als Adult Link. Die is gewoon hartstikke dood. Yep. Lord Jabu Jabu had gewoon ook ondertussen door hoe irritant dat Prinses Ruto was. Ik vind het nog steeds zo grappig hoe dat je die beesten dood kan krijgen door alleen maar gewoon eigenlijk Prinses Ruto erop te gooien. De kont van Ruto is dodelijk. Het is omdat ik de randomizer heb... want je kunt dus dit... je kunt die beesten kun je niet dood krijgen met de boomerang. Dus heel veel die dachten... oh, maar dat wil dus zeggen dat je dus niet... hoe heet dat, de derde dungeon kan doen zonder dat je de slingshot hebt. Juist wel, dat is de grap. Fee vind ik wel grappig, omdat Fee vind ik minder irritant dan Navi. Met vliegtuigen.
Ja, ze beginnen nu wel heel veel over te komen. Nou, het onweert gewoon bij jou. Nou ja, we hadden bommen toevallig nodig, dus de eerste pick-up was het al niet waard, want die kun je gewoon kopen. Dus het is niet echt een increase van bommen of iets in die trend. Echt serieus, als de bos dadelijk gewoon ook iets dropt wat het niet waard is, weet je wel. Kijk, een piece of heart of een heart container kan nog nuttig zijn, weet je wel. Dat keur ik nog goed. Maar als het gewoon een pick-up is, weet je wel, een bloopie of Deku sticks of nuts of bommen. Dan is heel deze dungeon zinloos geweest. Ik kan nog misschien hebben dat het een medaillon geeft. Medaillon geeft hij inderdaad wel, ja. Maar daarom, het is echt een van die dungeons waarvan je denkt van... But why? But why, vliegtuig? Why? Ja, ik ga nu maar heel veel... De raam die op een keerstand staat helemaal dicht doen. Ja, het was... Op zich, ik stoor me er niet aan, maar nou komen ze wel heel veel voorbij. Ja, soms is het ineens het spitsuur. Ja. Dan zitten er files in de lucht en... er is af en toe gewoon stil er in de lucht, joh. Ja, maar waarschijnlijk door al die vliegende DeLoreans. Ja... Echt, daar worden we zo knettig van ondertussen. Nou ja, in ieder geval, we kunnen hier twee golden scots laatst al gelijk oppakken. Dat is alweer een voordeel. Was Navi niet een assist-trophy geworden? Geen idee. Ik heb heel veel video's over Ultimate gezien, maar dat heb ik niet gezien. Nou, als ik ergens nog heel erg blij om ben, dan is het tot Eevee gelukkig nog steeds in de Pokéball zit. Oh, als tand van Link. Oh, oké. Okay. Wat vind je van Fortnite? Overrated, want ik hoor iedereen erover en ik heb zelf nog in één keer gespeeld. En op het moment dat ik dat zeg, dan zegt iedereen, alsjeblieft speel het ook niet! Dus daarom vraag ik me af hoe dat het zo overrated kan zijn. Nou, sowieso weet ik, het zou jouw soort game niet zijn. Ik heb het wel één keertje gespeeld. Oh god. Het is wel een grappige game, maar het is ook mijn soort game niet. Nou, Sonic, de reden waarom dat Eevee niet playable is, is gewoon van... Ja, dat is te overpowered. Ja. Dan heb je namelijk één Pokémon, dat kan gewoon niet, weet je wel? Die echt één knal en boom, weet je wel? Dat werkt niet. Ja, net als dat ze besloten hadden om in plaats van Magikarp Goldeen Splash te laten doen uit een Pokéball. Had je voorgesteld als Magikarp dat had gedaan, dan had er geen steeds meer overgebleven. Nou, dan denk ik dat juist Magikarp juist hartstikke gaaf was geweest. Want als je dan onder die splash terecht kwam, was dan gelijk hetzelfde effect als dat je door zijn homebed geraakt was, weet je wel. Dan zie je die Magikarp die splasht op de grond, ben je daar in de buurt, zoef, van het scherm af. Zou leuk zijn geweest. Hij is een klein beetje heel erg overpowered, dat wel. Dus ik snap dat ze Goldeen Splash hebben laten doen, maar teleurgesteld... Goldeen kan nog niet eens Splash! Dus het slaat nergens op! Het slaat ook nergens op. De enige reden waarom ze het hebben gedaan is omdat Magikarp te OP had geweest. Ben ik beter dan Mumei in Smash? Dat weet ik niet, want ik heb nog niet echt veel tegen Mumei gespeeld in Smash. Ik ben wel beter in Mario Kart. Ik heb het wel een keertje... Ja, wacht even, we hebben wel überhaupt een keertje... Ja, maar dat is te weinig om daar stats uit te halen. Maar ik denk dat jij momenteel beter bent, want de laatste keer dat ik echt een beetje Smash gedaan heb, behalve... Ach, wat ben je toch bescheiden, joh. Een keertje? Kerel, je bent veel te bescheiden. Kom nou. Dat was toen met Melee. En daarna heb ik eigenlijk geen Smash meer gedaan. Dus dat is heel lang geleden ondertussen. Ze hebben Eevee heel erg genurfd in Pokémon. Nou, niet bij Pokémon, maar bij Smash in verband met zijn tackle was anders te overpowered. Dus hebben ze een beetje genurfd. Ja. Dus nou loopt Eevee gewoon met een nerfgun rond.
Nee, maar Mario Kart kan conformen tot ik beter ben. En Mumee? Wat zei je? Dat ik beter ben in Mario Kart. Tenzij dat hij een boomerang heeft. ik schijn heel gevaarlijk te zijn met boomerangs. En zeker als hij je dan één keer heeft geraakt, dat hij dan nog heel eventjes zout in de mond gaat strooien. Ik ben er niet meer boos over, maar ik ben nog steeds niet vergeten. Volgende keer maak ik jullie beiden in met Smash. Is dat een belofte of een uitdaging? Eerlijk gezegd heb ik niks met Donkey Kong karakters, dus... Nee. Ik vind het wel een leuk karakter. Ik vind het wel grappig dat ze dat er inderdaad bij hebben gehoord, omdat... Nou dat ik erover nadenk van... Donkey Kong, het is altijd gewoon dat je Donkey Kong en Diddy Kong had. Maar voor de rest niks uit die groep. Dus ben ik het wel mee eens als ze eindelijk hebben gezegd van we moeten wel een derde bij komen. Maar ik vind het ook een wat meer balans brengen in de game. Balans in de hoeveelheid heroes en villains. Balans in lightweight characters en heavyweight characters. En dat soort dingen. Ik vind het een hele goede keuze dat ze hem ingevoegd hebben. En ja, ik vind het karakter, ik vind hem een klein beetje raar, maar daarom vind ik hem ook leuk. Nou, ik moet wel zeggen, bij sommige karakters had ik echt zoiets van, why? En dat zijn bijvoorbeeld zoals die, hoe heet die, Bayonetta? Bayonetta. Ja, die. Inderdaad. Daar had ik echt zoiets bij van, why? Maar dat is niet alles. Cloud. Why? Wat heeft Cloud te zoeken in de Super Smash? Ik bedoel, Cloud is nog niet eens van een game die je kunt spelen op Nintendo. Want Cloud komt uit Final Fantasy VII. Ik weet dat Cloud cool is, zeker, maar wat doet hij in Smash? Oh ja, ondertussen trouwens ben ik deze baas aan het verslaan. En word ik geschokt. Het is de eerste keer trouwens dat ik deze baas nou doe, want vorige keer hadden we volgens mij de Kukiri Sword. Ik kan me iets bij voorstellen. Ik had echt zoiets van, oké, het is awesome dat ze dat eigenlijk doen, maar het slaat nergens op. Oh, wat leuk. Ik moet wel zeggen, door die randomizers ben ik een beetje te pro geworden in dit spel. En op dat moment word ik natuurlijk geraakt. Nou, is deze item het waard? Ah, vast wel. Vast wel. Wacht eventjes, ik kan hier ook de light medaille van krijgen en die is zinloos. Ik zei het, Piece of Heart vinden we nog decent. Dat vind ik bullshit, maar goed. Sorry voor mijn taal. Ah, ik vind stierenscheid nog wel kunnen hoor. Nou, we hebben de Shadow Medaille. Wacht eventjes, welke medailles hebben we nou? Want we hebben de Shadow Medaille nu. Hebben we de... Sand medaille ook al, want dan krijgen we, als het goed is als we die twee hebben, dan krijg je dus de item wat de snap je? Dus... Ja. Maar dan zou je dus krijgen wat de light arrow zou zijn. Nee, ik weet niet. Ruto X Link? Ik bedoel, ik heb heel veel gehoord, weet je wel. Ruto met Melon. Of nee, niet Ruto met Melon. Sorry, Link met Melon. En Link met Ruto. En Link met
Dat was een van de hele rare met die Naboru. Dacht ik ook al van, oké, misschien dan tot zo'n Adult Link bedoelen, maar... Ja, Fire Emblem karakters, die zijn er echt heel erg veel. Daar sta ik ook van te kijken van, wow. Veel te veel. En vooral omdat, ja, ze brengen niet heel veel variatie eigenlijk in de speelstijl mee. En dat is jammer. Nee, precies. Ze hebben allemaal een zwaardje. Dat vind ik eigenlijk aan de ene kant best wel jammer dat Ganondorf geen zwaard gebruikt. Want eigenlijk gebruikt hij constant een zwaard. Behalve bij Ocarina of Time. Maar Ganondorf die werd voor het eerst geïntroduceerd in Melee volgens mij. En die was gebaseerd op Ocarina of Time Ganondorf. En Ocarina of Time Ganondorf, die gebruikt geen zwaard. Die gebruikt als Ganon gebruikt hij een zwaard. Hij heeft als stand heeft hij wel een zwaard, maar hij gebruikt je zwaard. Volgens mij... Volgens mij was Skull Kid nog steeds geconformed als assist trophy. In verband met dat je ook zo'n maan had of zo, die in één keer kon crashen. Het is niet geconfirmed. Dus het kan nog dat hij... Ben ik op tijd! Net op tijd. Maar wacht, ik moet... Nee! Ik wil eerst naar Kakariko Village terug. We hebben genoeg skulls, helaas. Ik wil die pick-up ook nog voordat we Adult Link worden. Maar het kan nog zijn dat Skull Kid als fighter toegevoegd wordt. Het is nog niet geconfirmed op wat voor manier hij in de game komt. Al zit het nou voor Warriors? Dankjewel, Yoshi. Een zwaarere stem van Yoshi, eigenlijk. Voor zoveel Horizon. Yoshi was een beetje meer zo, toch? Ja. Stevie met zijn stemmetjes. Keuzes maken is zeer moeilijk. Nou, ik heb zoiets van... Dit hadden we eigenlijk ook als Adult Link kunnen doen, maar... Het is toch iets wat we kunnen doen als Young Link? Hoeveel controllers hebben we er eigenlijk nou? 23, oké. Okay, nee, dan zitten we nou wel snor. Dan zit dit wel snor. Ik heb eigenlijk ook echt niks meer voor de geest halen van... Wat we eventueel nou nog zouden kunnen doen. Dus, en we hebben een bundle of arrows. Dat was het niet waard. Even kijken, want welke medailles hebben we nou? We hebben de Waddag medaille. We hebben de Shadow medaille. En we hebben de Forest Emblem en de Ruby Emblem. Dus krijgen we nog de Zora's Domein. De Zora Emblem. Wat we op mogen zoeken van de steen. Dan kunnen we dus weer een nummer krijgen. In verband met dan krijgen we dus de Ocarina of Time. Het probleem is, Gino heeft een hele grote fanbase, maar is voorgekomen in een Super Mario of een Super Nintendo game. Nou, hij komt waarschijnlijk er wel in, want ze hadden hem eigenlijk al eerder in willen voegen. Het enige is, ze konden niet goed genoeg een goede moveset voor hem bedenken. Dus toen hadden ze in plaats van Gino zelf toevoegen, hebben ze toen het als kostuum voor de Mii Fighters gedaan. Nee, voor DLC, want wij willen jullie geld hebben. Niet te vergeten, hè? Dat is Nintendo toen die tijd. Maar ja, nu hebben ze genoeg tijd gehad om een moveset te bedenken voor je, Gino. Dus het is heel goed mogelijk dat die toegevoegd wordt. Ik zit trouwens... Hebben we die? Oh, die hebben we ook al gehad, die grotto. Oké, never mind. Maar ja, ik heb nooit de game gespeeld waar hij uitkomt. Dus ja, ik kan alleen zijn thema leuk op... Op de Ocarina. En dat is mooie muziek. Nou, Waluigi, dat is gewoon een 6-trofie en dat gaat ook niet veranderen ook. Ik denk zelfs dat door alle dingen eromheen... dat Sakurai niet eens interesse meer heeft om hem als fighter
toe te voegen, omdat er zoveel gezeik is van... Voeg hem toe. Ja, maar ik vind hetzelfde als dat Eevee uit de Pokéball komt, ben ik het ook helemaal mee eens. Dus, en mijn enigste wens, dat was toen... die is eigenlijk al een beetje uitgekomen met Super Smash Bros. Wii U. En dat was van Mega Man, zou ik doorgaan hebben gezien voor Smash. Omdat Mega Man een hele grote game was uit de Nintendo Entertainment System. Ik bedoel, heck. De Nintendo Entertainment System, daar zaten gewoon 6 games op. Mega Man 1 tot en met 6 waren allemaal van de Nintendo, van de NES. En dat was de enigste met 6 verschillende versies erop. Dus ik had echt zoiets van, wow. Dat is een hoop, ja. One inside an ancient tree. Oh ja, we heten hier Midna. Oké, dus die krijgen we dus als we de watertempel hebben gehaald. Shadow? Moet je me even helpen? Wie is Shadow? Van Sonic. Oh! De zwarte Sonic. Ja, maar is dat niet gewoon een color change? Hetzelfde als Dark Link. Nou, ik weet heel weinig van Sonic, maar het is een andere personage. En ja, in sommige games heeft hij eigenlijk gewoon hetzelfde dat hij doet als Sonic. En in sommige games is hij echt gewoon een compleet ander personage. Maar daar wordt dus heel veel geruchten van. Hij wordt een Echo Fighter, want ja, zo makkelijk om dat toe te voegen. En in genoeg games... Even voor de YouTubers. Ja, blijkbaar hebben we een discussie van Smash nu op het moment. Maar we gaan nu richting Kakariko Village, omdat ik dan daar kaas vinden. En daarna gaan we naar Zorro's Domein. Dus, want ja, we zijn nu heel interactief met de chat over Smash. Dus vergeet niet, voor YouTube is er geen chat bij. Dus je hebt echt zoiets van... Serieus, je bent een spel aan het spelen. Freak over het spel. Livestream, jongens. Sorry. Nou, de game mode die ze lieten zien die geblurred was... Dat is 100% zeker dat die Spirits Mode heet. Spoilers! Ik wist dat nog niet. Nou, in principe in sommige... als je frame voor frame het zou bekijken... waren er een paar frames... waarbij het niet goed genoeg geblurred was. En daardoor kon je heel makkelijk de letters eruit halen. Alleen wat Spirits Mode inhoudt... dat is nog onbekend. Ik hoop gewoon maar op een hele goede singleplayer game. Ja, maar dat zal 99% zeker wel de singleplayer... Maar goed, even terug over de game, want echt serieus. Als jij over dingen uit begint te leggen, dan hou je niet op. Laten we eerst heel even kijken wat voor nummer dat we hier kunnen leren. Song of Storms. Oké, Nocturne of Shadow. Weer een warp song. Waar we nou helemaal geen ene bal aan hebben. Melee had het trouwens volgens mij ook al. Zo'n singleplayer story mode met cutscenes. Niet met cutscenes. Oh. Het was simpelweg, als het dan begon, je kwam eerst in de Mario stage. Vervolgens heb je dan een paar gevechten die je hebt. Ik weet het alweer. Je hoeft niet alle stages. Okay. Sorry. Ik wil die kaas uitleggen namelijk. Wat je hier wil doen, dit is een backflip. Dan sta je hier bovenop. Dit werkt dus alleen als Adult Link. En wat je dan moet doen, is wachten totdat de... Je zou denken dat je nu moet springen op het moment dat de pilaar naar je toe wezen staat. Maar je wil dus wachten tot hij weggaat. En dan wil je een soort van rolljump doen. En dan sta je in één keer bovenop. Dat is de kaas. En is het waard? We hebben pijl en boog, dus ik vind dit wel eigenlijk het waard. En hadden we de pijl en boog nog niet gehad, dan was dit pijl en boog geworden. Nee, Brawl had inderdaad al cutscenes. Ik zat inderdaad bij Melee van, daar had je wel een hele leuke singleplay, maar had je nog geen cutscenes. Zoals Mim mij al goed uitlegde. Ja. Te goed uitlegde.
Nou, ik probeer het begin heel veel uit te leggen, zodat je direct weer door had van, oh ja, dat bedoel je. Ah, en daarom leg je dit nu uit. Ja. Stop! Enough. Sleep. Now. Maar een goede singleplayer, daar hoop ik zeker op. Wauw, een piece of heart dat actueel een piece of heart is. Saai. Het is altijd saai als pieces of hearts ook echt daadwerkelijk een piece of heart zijn. Mimee? Nou, het is niet zomaar een piece of heart. Het is een piece of heart die oorspronkelijk aan de andere kant van de map zat. Nee, de piece of heart die... Hoezo? Nee, het is gewoon saai. Oké. Okay. Wat is de Kuko? Tuurlijk! Antje, ik weet dat ik 7 jaar geleden voor jou alle Kuko's heb gepakt en noem maar op, dat je me toen 5 roepjes had gegeven en dat je heel goedkoper mee af was gekomen. Vanwege die reden hoef je me geen hartjes te gaan geven, want echt serieus, het wordt niks tussen ons. Ik bedoel, ze waren net al bezig met Link X, weet ik het allemaal nog al meer. Link X Anju gaat hem niet worden. Nee. Gewoon, nee. Aww. Nee. Aww. Nee. Ah, trouwens, we kunnen de pijl- en boog-minigame ook alvast doen. Ik bedoel, we zijn er toch een Kakariko Village. We kunnen net zo goed hier alles alvast doen wat we kunnen doen. Ja, Mume kan heel goed uitleggen. Soms te goed. Oh, dit ga ik al niet halen. Oh, dit ga ik al niet halen. Oh, mijn god. Ik was hier niet op voorbereid. Misschien kan ik een free game hieruit krijgen nog. Freebie! Nou, ik heb een probleem. Ik praat te veel. En zo hebben we allemaal wel iets. En ik moet Erik altijd vervelen met mijn Eevees. Maar ja, hij verveelt mij dan weer met de Magikarp. Daar staan we ook bij Keith in. Ah, ik heb alweer 1 roepje net gemist, dus... Oeps. Ja, maar als je een slechte prijs krijgt... Niet klagen, want onthoud hoeveel roepies je nu aan het slopen bent. Het kostte me 20 roepies. Nog net. Andrew is Majora. Hoe dat dan? Is dat ook weer zo'n theorie? Nee, diegene bedoelt de naam Andrew. Aan dat karakter is pas in Majora. In deze game heeft dat personage geen naam. En daarom heeft ze dus gewoon de naam Andrew gekregen. Omdat iedereen die heet bijna praktisch hetzelfde. Als je begrijpt wat ik bedoel. Yep. Want als je gaat kijken namelijk bijvoorbeeld de witches van Majora's Mask, die hier al heel erg leuk killt, die heet ook gewoon Kamei en hoe dat die andere ook heet. Dus alle namen zijn gewoon hetzelfde gebleven, dus waarschijnlijk heet ze hier ook Andrew. Oh, kom op. Ik had hem net niet gemist. Oké, goed zo. Nee. Alleen ik kan niet echt veel meer missen, want ik heb al heel veel pijlen gemist. Oké, volgens mij komt nou alleen nog maar rood. Oké, oh, eindelijk. Maar wat krijg je? Ik weet niet, maar iedereen wil nou... Serieus! Deze gast met Link? Heeft hij eigenlijk een naam? Hij is creepy. Vergeet niet, deze gast die gaf ons een... ik kan dit heel erg creepy gaan maken, jongens. Hey, wil je wel vaker terugkomen? Ik heb net zitten te kijken hoe dat je aan het schieten bent. En dat vind ik eigenlijk best wel gaaf eruit zien. Navi, hoe laat jij er omheen in zitten, cirkel? Vind ik nog creepier? Hey, ik wil je nog wel een keertje terugzien, hè? Knabbert, met het mooie pakje. Oké, okay, dan vind ik het even... Hou maar op.
Oh, dat is wel creepy. Wacht, heb ik eigenlijk hier ooit de Redead dinges gedaan waar 200 roepies zat? Die heb je nog niet gedaan, want die kon je toen nog niet verslaan. En je moet meer waar jij nu ja, staat. Ja, ik heb hem. I love what you do with the arrows. Oké. Okay. Ik heb een stop, alsjeblieft. Misschien zit hier magie in. Maybe you can do something with your arrow as well. Oké, sorry, ik zou hem ophouden. Nou, dat is een downgrade wat het origineel had horen te zijn. Best wel. Jongens, echt sorry voor die nightmare fuel trouwens. I hope you can forgive me. Misschien. Oh, wacht al eventjes. Voordat wij die kant op gaan, wil ik alvast even de blue fire... De blue flame... Die wil ik dan ook alvast even klaar hebben, want we weten namelijk niet wat het Zora-pakje kan zijn. En we weten hoe glitchy Zora's domein is. De ijsblokjes zijn niet zo erg glitchy. En volgens mij, we hebben twee bottles. Auw. We kunnen volgens mij wel de ijs-mini-dungeon doen. Want daar heb je wel een paar kistjes. We zijn nog niet naar Ganondorf Castle geweest. Daar hebben we ook een paar kistjes dat we zouden kunnen doen. We kunnen nog een paar nummers halen, want we kunnen bij Saria's Forest kunnen we nog een nummer leren. We kunnen de Bolero of Fire kunnen we nog een muziekje leren. Maar voor de rest kunnen we nog Fire Arrows kun je doen. We hebben geen magie. Dus... It will haunt me forever. En Fire Arrows, daar moet je de watertempel voor hebben gehaald. En we hebben nog niet eens een hookshot. Ja, nee, dat klopt. Alleen dan moet je de watertempel voor doen. Want als je de watertempel hebt gehaald, gaat de... hoe heet dat? Dan gaat de... Waterlevel gaat dan omhoog. Waardoor dat je naar de Fire Arrow toe kan zwemmen. Oh ja, we kunnen bij Lake Hylia kunnen we ook nog een piece of heart ophalen. En we kunnen vissen nou, want ik heb daar een zaadje geplant. Dus dat kunnen we ook nog eventueel doen. Dus er zijn nog genoeg dingen dat we inderdaad kunnen doen als een Dot Link. Yay! Fascinerend. Dankjewel dat je zo ver uitzoomt. Yay, vissen! Dat is wel heel ver uitzoomen inderdaad. Ik vind het wel grappig hoe dat we eigenlijk over vissen aan het praten zijn, terwijl dat we eigenlijk in het visdomein zijn. Ik bedoel, Zora's zijn gewoon... Wat zijn Zora's eigenlijk? Het zijn een soort van vissen. Toch? Ja, maar later worden het vogels. Ja, een vis die evolueert... Een water type dat evolueert in een flying type, waarom ook niet? Wacht even, zijn het Magikarps? Of denk ik nou hier heel veel te diep over na? Nu denk je veel te dieper over na. Ja, je leeft weer. Geef me iets. Ik krijg echt de foutste beelden nu in mijn gezicht. Nee! Link. Link. Je hebt mijn leven gered. Ik vind dat heel aardig van je. Link. Vind je het misschien fijn om wat vaker hier bij Zora's Domein langs te komen? En... Nee, nee, nee. Ik ga er niet over verder. Nee. 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 Oh, en dan krijg je dat geluidje. Ik wil niet weten wanneer je dat geluidje gaat horen. Nee. Stop. Schei uit. Ja. Dat is iets fishy. Oh mijn god.
voor een livestream. Alles is liefde. Oh. Van mij mag dat hartje daar eigenlijk ook wel een piece of heart zijn. Gewoon weet je wel van, nee, Link houdt gewoon van zichzelf. En we kunnen de voorstempel doen. Oké. Okay. Progressie. Ja, een behoorlijke progressie. Jazeker. Je bent nog maar net adult. Nee, ik had zoiets van, het eerste wat we willen doen is eigenlijk alles wat we nou in Kakariko Village, omdat ik daar kaas wou laten zien. Want ik zou ook al gelijk eerste nummertjes kunnen gaan doen, maar ik heb wel zoiets van, ik wil naar een locatie waar dat je zoveel mogelijk kan doen. Minimaal iets van 3 dingen, weet je wel. En hier kunnen we nog een hele side dungeon kunnen we hier op het moment doen. Dus ik had zoiets van, ja, dan gaan we wel eerst daar naar hier naartoe. Want ja, ik kan wel eerst daar naartoe warpen en dan naar de andere kant toe warpen om daar de nummers te leren. Maar voor de rest kunnen we daar niks. Dus er is nog geen reden om naar Saria's, ja, naar de Lost Woods te gaan. Nu heeft het de reden omdat we de tempel kunnen doen. En trouwens ook heel erg komisch dat we hier nog niet de Big Gonsword hebben. Of hadden we die trouwens al? Volgens mij wel. Die hebben we wel, waarom gebruik ik hem niet? Stevie, waarom gebruik je Big Gonsword niet? Waar heb je het over, Mumee? Die gebruik ik toch? Oké. Oké. Nieuwe benaming voor een hookshot. Een bloopie met een handvat. Wauw. Just wauw. Maar inderdaad, we kunnen verder. Al moet ik zeggen, ik vind deze side dungeon. Vergeet niet, hè, het is een side dungeon. Of zoals Breath of the Wild zou noemen, een shrine. Eigenlijk best wel blij trouwens dat we, want dan kunnen we hier ook de Skulltula's gelijk meenemen. Nou, ik vind dit iets te uniek voor een shrine hoor. Een shrine hoort er heel generic uit te zien. Zoals elke andere plek. Ja, maar dit is zoals dat een shrine zou hoort moeten zijn. Oh. Want we praten hier wel over Ocarina of Time. De masterpiece van alle Zelda games. Die buiten alle Zelda games die nu ondertussen naar boven staat, nog bij de meeste mensen nog steeds op nummer 1 staat. En terecht, want het is een masterpiece. Ja. Auw. Hallo! Ik bedoel, ik hoor nog acht bij heel veel mensen van de top 3 Zelda games dat gewoon Ocarina of Time echt op nummer 1 staat. En bij sommige mensen zeggen ze dan, ja, bij mij staat hij gewoon niet op nummer 1 omdat het overrated is. Oftewel, hij staat wel bij jou op nummer 1, maar het is overrated. Wees gewoon, heb gewoon je eigen mening. Ik bedoel serieus of het nou een populaire mening is of niet. Ja. Ik kan tenminste zeggen, bij mij stond hij al op 1 voordat het populair was. Denk ik. Nou ja, dat weet ik niet zeker, want op dat moment hadden wij nog geen internet. Dus. Guessing? Ai, ik wil je eigenlijk. Nee? Oké. Oh, jij moet gaan. Het was een leuke stream. Dankjewel, Luna. Het was leuk dat je erbij was. Gezellig. En tot de volgende. Zekers. Ik weet ook niet hoe lang dat ik moet doorgaan. Ik denk dat ik het bij deze dungeon hierna. Ja. Wil ik toch nog eventjes ook nog verder met Hyrule Warriors? Plus, ik moet ook nog eten, dus. Ja, dit dat is een voordeel voor mij dat ik alleen maar aan het commentaten ben. Ik ben nu aan het eten. Wrijf het maar in, wrijf het maar in. Nee. Auw.
In ieder geval, Pieces of Heart zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ik denk dat dat ook de titel van deze livestream zal worden. Denk ik. Voordat je zou zeggen... Kan. Zo ongeveer 2 op de 3 keer als je zegt van dit gaat de titel worden. Uiteindelijk is het toch niet de titel geworden omdat je iets geniaals bedacht had. Nou Mumee, wat ben je aan het eten? Nou, deze Mule is pizza aan het eten. Dat klinkt iets echt, zeg hem juist uit. Mule! Je hebt een bloepie gevonden, Mule! King Zora heeft je een hartje gegeven. Die mini-pizza's neem ik aan dan. Toch? Mule. Ja, ik ga jou dan gewoon de hele tijd Mule noemen. Mule! Dan wel op die manier, hè? Vooruit dan. Hé, hey, Erik! Volkspeler! Nee, ik wil eerst even naar de andere, want dan kunnen we namelijk weer een nieuwe Blue Fire halen. Wat heb je gepakt sinds de vorige livestream? Wat hebben we niet gepakt sinds de vorige livestream? Ik denk dat dat een kortere antwoord is. We hebben de boomerang. We hebben een bombag. We hebben een stukje hout. Ja, dat. 1 uur en 10 minuten. Ik ben het niet vergeten. Ik weet waar de tijdcode. Ik ben het niet vergeten. Dus een stukje hout in een bochtvorm. Daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen met bolen. Dus we hebben net pas de hookshot gevonden. Dus dat was wel een heel erg groot geluk. Bombek. Ja, bombek die had ik nog wel genoemd. Oh. Goal is Coltsla. Yep. And a partridge in a pear tree. Hey, de pepernoten liggen al in de supermarkt. Dus ik mag alvast mijn kerstliedjes beginnen te zingen. Oh ja, light arrows, die hebben we ook gevonden. En heel veel creepy liefde. Heel veel creepy liefde. Ah, natuurlijk zit daar de map in, maar volgens mij zit hier maar 1 pick-up item in. Dat weet ik niet zeker, maar... Oh nee, 2, want je hebt ook nog de Iron Boots. Dus dit kan de map zijn, of het kan de pick-up zijn die we nog krijgen. Ja, ik heb ze vandaag al zien liggen. Ja. Vanaf wacht eventjes. Oh nee, vanaf 1 september doet de Albert Heijn al aan... Ja, je weet wat dat betekent, hè. Wat ook weer in de Albert Heijn komt te liggen rond deze tijd. Je bedoelt hetgene dat je hier hoort. Je hebt ze al, wauw. Ja, natuurlijk. Als ze in de winkel liggen, natuurlijk haal ik de marsepeinaardappels. Ik ben er nog expres niet naar op zoek gegaan, eigenlijk. Ik heb zo'n hekel aan deze. Ik vind deze puzzel een van de irritantste puzzels ooit. Nog erger dan de watertempel. Ga weg. Ja, inderdaad. En dan krijg je dan dadelijk van Zelda, weet je wel, wat eigenlijk de light arrow zou moeten zijn. Dan krijg je gewoon een bloopie. Joepie, een bloopie. Nee, nog erger. Krijg je die, dan krijg je arrows, weet je wel, van ga maar weer terug naar die shooting gast. Creepy. Hoi.
Als we trouwens dadelijk genoeg roepies hebben, kunnen we alvast eventjes de Blue Zora tuning kopen. Kijken welke kleur dat is. Ik bedoel, bij paars ben ik wel een beetje op uitgekeken nou. Ja, snap ik. Ik bedoel, Link heeft een nieuwe kleur nodig. Paars is zo 2018. Nee, ja, denk, paars dat is zo augustus. Ja, inderdaad. Wacht eventjes, volgens mij is in Civilization ook inderdaad... De Romeinen waren daar volgens mij ook paars. Weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Ik zit nu te twijfelen. Volgens mij waren ze paars. Het zou zomaar kunnen. Ik denk het wel. Ja, de tunics zijn ook namelijk qua kleur random. Daarom is ze leuk. Ja. Zoals dat we dat in het Brabant zouden zeggen, Link moet naar de klerenwinkel. Wat een klerenwinkel is die klerenwinkel altijd. Krijgen we dadelijk zo'n licht getint paars, weet je wel, weer dat zonlichtgrapje. Zou hilarisch zijn. Ik weet dat Civ 6 naar de Switch komt, het enige probleem. Civ 6 heb ik niet zulke goede reviews gehoord over als Civ 5. En van heel veel mensen die de Civ 5 hebben gespeeld en Civ 6 hebben gedownload, die zijn weer teruggegaan naar Civ 5. En dat vind ik ook geen goed teken. Plus, ik heb, ik heb genoeg games gekocht op het moment, dus... Games heb je nooit genoeg. Nee, klopt. Wat dat betreft zijn we gewoon een bepaalde fractie toch ergens in, weet je wel? Van, ja... Sommigen hebben het met kleding, wij hebben het met games. En ik heb het inderdaad heel erg vaak van... Ja, ik heb wel zin om een spel te spelen, maar ik weet niet welke. Kasten vol met games, weet je wel, echt. Yep. Hey, Superduki. Games die ik heb, die ik nog nooit gespeeld heb tot nu toe. Ik heb eigenlijk gewoon een keertje voor de grap mijn eigen voorgenomen van een challenge van... Eigenlijk moet ik gewoon, voordat ik weer een nieuwe game uitspeel... Een van de games die ik nog nooit heb uitgespeeld, eerst uitspelen. En hoi Thomas. Maakt niet uit, jongen. Het gaat erom dat je er eventjes bent. Goh, de map. Wat is het met... Wat is het met al die warp songs? Ja, ik druk naar beneden. Ja, maar je moet harder naar beneden drukken. Nee, mijn controller doet niet goed. Hé, hey, wacht, mijn controle wil het echt niet doen. Alleen de vraag is, wat denkt de controller dat je doet? Nou, ik heb hem al door. Zoveel warp songs! Ga aan de kant. Oké. Nog 6 rupees. We hoeven nog maar 6 roepies. Quest voor een roepie. Kom op, we willen nu even gewoon 2 bloepies krijgen. Roepie? Oké, nog 5 roepies. Ik weet dat daar boven, maar we hebben de Song of Time niet, dus we kunnen daar die roepies niet uithalen. De truc is ook om niet damage te krijgen nu. Want hartjes veranderen dan in single rupees. That's the trick. So let's be careful. Oké, dat zijn pijlen, dat zijn geen rupees. Dan kun je in ieder geval de Spirit-tempel en de Grooters Fortress in. Ja, dat is ook zo, maar... Wij hebben... Van alle nummers... Wacht eventjes. Oh, oké, dat nam geen damage. Goed zo. Van alle nummers...
hebben we maar één original nummer en de rest is allemaal warp songs. En dat kan een issue zijn. Yep. Ik ga gras maaien. We zitten hier in de diepvriezer. Hoe wil ik gras maaien? Oh ja, trouwens jongens, de truc die ik de hele tijd gebruik, dat is dus inderdaad rollen, dan cancelt de damage. Dat is de truc. Nee, jeuk in mijn neus. Wacht even, is dat er nooit een... Ik weet dat er... Is dat geen bloopie? Dat is een bloopie, ja. Ik dacht, dan kan ik ze allebei, maar ik faal. En we hebben exact genoeg. Nou, dan ga ik weer heel eventjes terug om eventjes de Blue Flame Rap op te halen. En dan gaan we naar buiten en dan gaan we heel eventjes kijken wat de Blue Tunic is. En daarbij laat ik het rusten voor deze livestream aflevering. Want morgen kan ik dan focussen op unboxings en meer op Hyrule Warriors. Echt serieus, Hyrule Warriors speel ik nu echt helemaal grijs weer. Dus ja. En dan moet ik natuurlijk heel even kijken hoe ik op donderdag, wanneer dat ik weer ga livestreamen. Daarna daarentegen is dus wel het probleem. Ja, dan heb ik heel weinig tijd om te livestreamen in verband met ik heb heel veel diensten. En ja, ik moet ook nog een opleiding weer heel even volgen, dus druk. En ik ga de verkeerde kant op. Trouwens, we hebben ook nog helemaal geen een van de diving gears. We hebben nog geen iron boots, we hebben geen diving gears, verder is helemaal niks. Oh, je hebt helemaal niets van het duiken? Nee. Nou. Normaal kregen die best wel snel. Ik had hem op de Wii U, maar ik heb hem nou gehad op de Switch in verband met 1. Ik kon hem daar best wel goedkoop op aankrijgen. 2, alle DLC zit erop. En 3, het is echt een spel waar je echt overal mee wil kunnen nemen om te kunnen spelen. Sommige games zijn inderdaad echt gewoon, als je ze portable kan spelen, zijn ze zoveel leuker geworden. Ik heb daardoor, ja, een aantal games heb ik ook opnieuw gekocht. Want ik had bijvoorbeeld Binding of Isaac en Stardew Valley al op de PC. Maar ik vond het veel meer games om portable te spelen. En ik ben gewoon blij dat ik ze opnieuw gekocht heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, Binding of Isaac, die wil ik ook dolgraag op de Switch hebben. Maar 40 euro vind ik nog iets... Ja, kijk, als je hem nog niet hebt op de PC, is 40 euro een redelijke prijs. Ja. To be fair. Zelfs. Hè? Wie? Een goede prijs zelfs. Ja. Maar als je hem al hebt, nee. Dan zou ik zeggen, nee. Niet doen. Nou, ik ben blij dat ik het gedaan had, maar het is een hoge prijs, ja. Al had ik hem volgens mij toen uit Duitsland gehaald, waardoor 10 euro goedkoper zat. Nou, voor 30 zou ik het nou ook doen, hoor. Heb ik hem op cartridge en achteraf gezien had ik hem veel liever via de e-shop... Ja, maar ik heb wel zoiets van, weet je wel, op cartridge voor 10 euro goedkoper. Vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Nee, klopt. Dat is toch een hij is 300! Voor... Ik dacht 200! Ik ken de Blue Flame, ken ik verkopen. Ik ga niet weg voordat ik die tunic heb. En volgens mij kan je Blue Fire voor heel veel verkopen. Ja. Nou, sowieso, alles dat je in een bottle kon hebben, kon je voor veel verkopen. Nee, wacht. Want zelfs bugs, daar kreeg je 50 roepies van. Nou, ik weet dat je Blue Fire, dat je die al moest kopen voor 200 roepies, wat al belachelijk was. Maar ja, als we er 100 roepies voor kunnen krijgen, dan ben ik al tevreden. Krijg je daar ook maar 50 roepies voor? Nee!
Dan moeten we echt gaan gras maaien. Laten we beginnen met dit gras. Bloepie! Bloepie! Bloepie? Ja, Bloepie! Bloepie! Nou oké, als 100 roepies te duur is, dan vind ik 94 roepies vind ik ook nog goed. Het enige nadeel is, er is geen warp naar Zora's domein. Dus moeten we helemaal naar Zora's domein weer teruglopen. Maar ja, je doet het gewoon. Maar hoeveel koop je eigenlijk aan hem iets in een bottle? Gewoon ervoor gaan staan? Dead targeting of zo? Ik heb dit nog nooit gedaan. Volgens mij was het inderdaad voor hem gebruiken. Maar ik zou eerst heel gewoon praten met hem. En... Ja, gedaan dus. Ik ga gewoon... Oh, that's Blue Flyer! I'm blij het voor 150 rupees! Oh. Dat is een mooie prijs. Ja, inderdaad. Ik dacht dat je er maar 100 voor zou krijgen. Maakt niet uit. Wij gaan naar de Zora's kledingshop. Is het echt eigenlijk zo'n foei lelijke kleur? Ik lach maar helemaal. Eevee, kom maar even bij. Einde van de livestream. Moeten we even Eevee in beeld erbij hebben. Zo. No. Is trouwens onze hezel. Hoe hou je ze allemaal uit elkaar? Ik weet het. Ik ken dat. Ik heb ze allemaal een naam gegeven. Dus deze die heb ik toen gekregen. Deze die had iemand toen gewonnen op een loterij in Japan. Maar die was bang, want ja, die had zelf eigenlijk helemaal niks met Eevee's. En die had echt zoiets van, ja, leuk, want die was er gewoon op vakantie en zo. En ja, deed voor de grap mee met de loterij. En die had dus de hoofdprijs gewonnen. Die had echt zoiets van, ja, leuk. En nou... En die had dus via via gewoon gevraagd van ja, wie kan ik er eigenlijk heel erg blij mee maken? En ik wil niet zo'n verzamelaar hebben die het toch alleen maar voor waarde heeft. Iemand die ik er echt super blij mee kon maken. Nou, die kende iemand, die kende mij. En zo ben ik er in contact mee gekomen en heb ik deze dus mogen overnemen. Ja, Kevin die ligt tussen alle andere Eevees. Dus ja, elke keer, elke Eevee een nieuw verhaal eigenlijk. Dus ja. Deze die heb ik nou even kijken. Volgens mij iets langer als een jaar nou. Zoiets inderdaad. Nee, nee, volgens mij heb ik hem nou een jaar. Nee, ik heb hem een jaar. Want dat was toen op Comic-Con in Amsterdam. Dat was toen met de Tomo-drama. Yep. En dat was volgens mij op Comic-Con Amsterdam toen. Dat weet ik zeker, ja. Want toen gingen wij met, dat was toen met, tot we ook inderdaad met Nishikon in gesprek waren. En met Animecon waren we in gesprek. En toen was het inderdaad van, hé, hier heb je de Eevee trainer. Nieuwe manier om rupees te farmen. Pak veel Blue Fire en verkoop het. En je hebt zo 300. Sowieso, oorspronkelijk hoef je niet echt rupees te farmen in Ocarina of Time. Maar wij hebben gewoon de regel dat we niet van die cheap regels gebruiken. Weet je wel, van dat je dus constant van de brug af mag springen en alles. Ja, want het voordeel is dan, dan voelt het ook iets specialer. Als je de bloepie vindt. Ja, want dan heb je tenminste wat aan bloepies. Ja, maar we hebben hem van jou gehad en jij ging altijd als Captain N de Game Master. En ja, Captain N die heet Kevin, want dat weten we van de intro van die serie. Want dan is het Kevin. En natuurlijk wordt hij ook de hele tijd in de serie Kevin genoemd, daar niet van, maar... Ja. Daarom heb ik hem Kevin genoemd. Ta-da-da-da! We hebben de Zora Tunic, zoals ik al zei. Daar gingen we voor. Oké. Okay. Kleur. Blauw, dat zie je toch? Ik geloof er niks van. Oh my god. Een leuke kleur. Een leuke kleur. Ik denk dat ik daar met de bocht om die arrow shop die shooting gallery ga. Want ik zou daar inderdaad niet meer naar binnen gaan. Oh jongens toch. Feller Pink, kan je haar... Nee, die mof alsjeblieft niet doen, Link!
Verbaasdig. Van alle kleuren. Maar nou, dit is echt wel... gewoon... De Ark wordt zoveel liefde stream. And can you feel the love tonight? Al is het eigenlijk nog steeds een beetje meer paars dan roze. Ja, hij heeft nog een klein beetje een paars tint in het roze zitten, inderdaad. Oké, dit is wel heel erg toepasselijk. We leren hem dus niet als jongling, maar we leren hem als adult Link hier. De reden waarom dat ik hier naartoe ben geteleporteerd is dezelfde reden als wat ik heb gedaan bij de eerste livestream. Namelijk, wat gaan we in de volgende livestream doen? Gelijk een dungeon! Lijkt me een van de beste dingen om eigenlijk hier gelijk te doen. Oh, nee. En ik loop door de grond. Dus ja, daarbij ga ik het laten voor deze livestream. Ik hoop dat jullie het zeker heel erg leuk hebben gehad en... ja, man, 98, ik ga er ook van tussen. Dus, ik dank jullie voor het kijken natuurlijk voor deze livestream voor de YouTubers. Ik dank jullie voor het kijken natuurlijk naar deze livestream video. Volgende livestream, ja, ik denk woensdag, ik denk donderdag. Nogmaals, ik durf ze niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval voor iedereen van YouTube uit. Ook enorm bedankt alvast voor de follow die ik in de tussentijd van deel 1 en deel 2 heb gezien. Die ik binnen heb gekregen. Enorm bedankt ervoor. Ook voor de Mario Maker. En ik denk dat de volgende livestream inderdaad Mario Maker gaat zijn. Maar het kan ook zijn dat we gewoon verder gaan met The Legend of Zelda. Omdat deze was ook wel hilarisch. Dus. Maar goed. Met dat gezegd te hebben. Ik heb honger. Dus ik ga eten. Eet smakelijk. Dankjewel. En tot ziens. En jij bedankt voor het gezellige co-commentaten en zo. Geen probleem. En jullie natuurlijk in de chat. Dank jullie wel voor de geweldige... Ja. De hartjes. Voornamelijk heel erg veel hartjes. Maar de gezelligheid die het sowieso brengt. Maar ik zat te denken van ja, Sonic die kwam maar met die ene opmerking. Andere opmerkingen waren gewoon creepy. Maar jullie sowieso bedankt voor de gezelligheid en de interactiviteit die we dus met deze livestreams hebben. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Juist wat Let's Plays nou zo leuk maakt. De interactiviteit met de kijkertjes. Dankjewel, de man. Dankjewel. Ja, tot de volgende livestream, jongens. Doei! Ja, sorry. Jij ook nog even een pootje zo, doei, zo. Het is awkward, het is raar, maar het moet niet uit. Dus. Nou Link, kom je nog heel eventjes langs en eventjes je nieuwe pakje laten zien. Oh, ik ben... Doei! Weg! En we zijn offline.